Zo, mijn camera Hallo. die heeft vrij weinig zin in momenteel. Rick die zit er ook nog weer aan de andere kant. Final Fantasy fan is nog steeds op, ja, op vakantie naar het mooie, ik weet niet waar, Italië dacht ik. Maar let's go. Where's the music? There's the music. Hoi, ik ben Rick. Welkom bij mijn kanaal. Ik ben live vandaag. Ik stream Rocket League met Dylan in het Nederlands, zoals altijd. Dat is onze kenmerkend ding. Goeiedag Dylan, hoe gaat het aan de andere kant van de telefoonlijn? Ja, maar goed. Ja, oké, mooi. Ja, het gaat zeker goed. Nee, dat, nou, als jij even op invite accept kan klikken, Nou, dan liever gaat het niet. wel Ik goed. vertrouw jou niet. Wie is die enge vent? Ja, dat weet ik ook niet. De invite is geaccepteerd, denk ik. Er is nog niemand bij mij. Nou, twee Hey, keer daar is uit, toch? iemand. Ja. Zo, Nou, zullen we even meedoen aan een uit. tournament? Gaat over 5 minuten. Ja, doe maar wel. Ja, nou gaan we dat doen. Ja, maar dan zitten we weer met z'n tweeën tegen een hele. Ja, snap het probleem niet. Wel lekker muziek hierin trouwens. Vind je toch jij ook muziek hoort? Ik heb wel muziek, maar ik weet niet welke. Dit is Change van Have en Skyel. Oeh, die ga ik er ook even bij zetten. Ik vind het nummer echt lekker. Ja, maar ik heb toch gewoon een speellijst met vriendelijke muziek. Ja, ik ook. Jij ook. Ja. Oké. Playing with the boys. VHS. Wishes. Control me. Ik ga trouwens nog wel even lekker rondrijden in training, free play. Misschien voor jou ook wel handig. Ja, mijn grote nieren zeggen nee. Je grote nieren zeggen nee, die is nieuw. Ik wil hem de lucht in krijgen voor nu. Dat ik even met mijn aerials kan oefenen. Vlieg ik er overheen. Lekker dan. Ben je ook gewoon even aan het oefenen of? Nee. 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 Ik ga roestig erin. Roestig erin, is dat niet jouw, dat jouw stijl? Ja, roestig kriek en pijp. Een roestig paard niet in de bek kijken. Ja. Oh ja, je wijst juist van man. Doen we ook een quote? Ja, ik moet nog even een quote channel maken in mijn Discord. Maar zoals je hoort, ik heb een nieuwe Discord. De No Name Squad. Ja, Een mochten jullie roestig paard niet zeggen. in de bek kijken, oké. Ja, de Launch Dutch hobby, maar. Maak even een. Maak anders heel even een quote channel aan. Ik, Ja? Hammercat, die gaat een quote channel maken. Jouw server. Nou, jongens. Quote server. Nou, jongens, dit is echt de beste idee ooit. Dat weet ik, daarom vraag ik het. Met spelfout live quotes. Oh god.
moeten ons verbannen. Waarom heeft hij geen permissions, Sink? Ik krijg zelf de permissions als de rest. Ja, maar ik moet hem altijd sinken. Dat vind ik raar. Maar goed, oh, maar dan moet je het wel goed doen, hè? Quotes en gewoon quotes. Niet live quotes, gewoon quotes. Ja, joh, live quotes. Is leuk, man. Ik wou eigenlijk live quotes met een fietspomp letter doen. Zijn levensverhalen, levensquotes. Maar goed, we hebben over 1 minuut spelen we 2 tegen 3. Een roestig paard niet in de bek kijken. Mm-hmm. Hele wijze raad. Een wijze raad met Dylan. Vraag me alleen af waar, wanneer dat begint. Mm-hmm. Nog een minuut wachten. Nog een minuut. Ik vind het niet normaal. Man, 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 man. Vrouw, 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 vrouw. Ik vind het nog steeds slecht dat Rob alleen man, man, man gebruikt en geen vrouw, vrouw, vrouw. Ja, kan niet, hè? Nee, in deze tijd. Ja, zijn we klaar voor? Ja, zijn we klaar voor. Dan gaan we weer een potje 2 tegen 3 spelen. Kijken hoeveel we nu verliezen. 7-1. Hey, ik ben alleen. Ben je alleen? Daar is Dylan. Daar is Dylan. Oh, dat is La Kwak. Dan zie je wel weer 3 tegen 2. Ja, maar ik ga eerst even de chat uitzetten. De interne chat. Oh, we krijgen een NRG. Hoe zet ik interne chat uit? Via chat, maar even kijken. Enable voice chat, ja. Yeah. Hallo? Hoi. Hallo? Ja, die indie moet... Hallo? Hallo. Nee, niet jij, hallo. Zit hier een indie? Lidie. Ja, dan probeer ik er aan te praten, maar zit hier een Dylan die in de weg. Teamchat. Ik zit alleen met teamchat. Hallo? Hallo? Ik kan hem niet horen, dus... Nee, ik ook niet. Nee, want jij zit ook niet in die chat. Teamchat, kom op. Come on, can somebody defend the ball, man? If you can hear me, please, 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 play. Short, ball goes forward left. Towards the goal, over the goal.
Oh ja, want we spelen Nederlands, dat maakt niet uit. Hoor jij in het Engels commentaar dan? Nee, ik hoor helemaal niks. Lekker zo houden. Ik denk dat hij ons wel hoort, dus... Wordt hij helemaal gek. Ah, man. God, fiki. Lakko cats. Er staat weer een deel in de goal helemaal niks te doen. Ik had niet verwacht dat jij er vol in zou rijden. Ja, hij ging sowieso de hoek in. Dus als jij niks doet, ging hij de hoek in. Ja, dan raak ik hem aan met het idee van ik probeer het maar. Oh. En? Hoe lang zou het duren voordat hij opgeeft bij ons? Nou, ik denk dat het wel snel gaat hoor. Snap ik. Want we spelen weer als een pepernoot hier. Als een pepernoot nog wel? Ja, dit is belachelijk. Zo kun je toch geen spelletje spelen, joh. Blijkbaar wel, wij doen het. Ja, wij proberen pro-gamers te zijn. Nou, verschrikkelijk. Elke bal, niemand die keept. Dat is een hammercat, toch? Daar ben ik niet voor. Waar ben jij dan voor? Ik ben om aan te vallen en te scoren en bal in balans te houden. Nou, net mis. Ik ook. Ja, hard mis ook. Een hele mooie open goal, gewoon mis. Ja, dank je. Weer een eigen doelpunt. Go, Power Rangers. Hop. Rick, ik heb laatst reistabletten gekocht. En helaas werken die niet. Ik zit er steeds thuis. Ja, echt hè. Blauw. Slechte humor met Dylan. De kwaliteit van de wedstrijd gaat vooral vooruit hoor hier. Kijk eens. Jongen. Wat zijn we aan het doen dan? Goals maken. Nou, waar ben je dan? Nee, daar sta ik niet. Blijf je nou eens een keertje in de pas lopen, Dylan. Hier, dan komt de bal naar voren. Ik laat mijn gas los, want ik ken jullie al. Tijdverspilling. Is het zeker? En dat was nou een seizoen 6 toernooi winnaar. Ja. Heeft zijn toernooi brons meegespeeld? Nou. Laat mij maar ook maar even een autootje rondrijden. Nou, doei. Ik ga wel buiten spelen zonder jullie. Ja, ik heb ook even forfeit.
Er is ook gewoon 2 versus 2 sokken, maar dat is gewoon op rare tijden. Dan moet je gewoon zo 9 uur 's avonds spelen ofzo. 9 uur 's avonds is toch niet zo'n rare tijd? Zeg jij wel. Ja, kunnen we weer competitive of... oh, je bent er jij niet, want jij bent weggegaan. Ik heb je niet een feit gestuurd. Of probeer je nog steeds te overleven? Nee, ik heb forfeit gedrukt, maar ze wil niet opgeven. Ja, dat deed ik ook. Ik heb het 2 keer gedaan. De tweede keer zegt het spel, nou ga je toch weg. Ja. Maar ik wil La Croquette wil ik nog maar 1 doelpunt inmaken. Ja hoor, ik scoor er een. Dit is er eentje voor in de boeken. Dit is er echt eentje voor in de boeken. Dat was een close one. Dat was een real one. Mooi. En exit. Ding, 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 down, down. Eliminated in round one. Ja, ben je klaar voor? Ik wel. Laat ik even naar main menu gaan. Misschien scheelt dat. Ik zat te wachten tot hij iets ging doen, maar helaas. Kramotten te kiezen nog, dat kan ik niet. Ja, ben je al go? Of? Ik ben al go, ja. Jij zit bij mij? Ja, jij moet kiezen. Zeg het dan. Dat zei ik. Ik heb al even. Ik ben 7 minuten geband. Kun je mij toevoegen? Hè? Kun je mij dan toevoegen? Wat bedoel je? Als ik bedoel party leader maken. Dan ben ik voor mij nog steeds geband. Dat weet ik niet, gaan we dan zien. Ja, en dan is het klaar. Nee. We verzinnen wel iets. Hé Rick, ondertussen dat jij toch moet wachten. Ik heb het mensen al een keer verteld, maar ik heb een nieuwe Discord server. Oh echt? Ja, jij wist het al denk ik, maar toch. Oh, en ik zal mijn microfoon niet zachter zetten. Denk ik.
heb het idee dat ik een beetje hard binnenkom soms. Ja, ik denk dat dit een stuk beter is. Mooi. Voor? Ja. Over een microfoon. Ja, nu staan we gelijk. En dat ik een beetje, dat ik vol anders was. Maar heb je mijn partyleader gemaakt? Ja. Ja. Misschien handig als je dat ook vertelt. Blijkbaar doet hij niks. You are banned from matchmaking. Yeah. Nee, maar vertel jij eens hoe mensen kunnen joinen in de Discord server. Welke server? Ja, die van mij. Dat weet ik dus niet. Dat weet jij niet. Dat ga je dus vertellen nu. Ik denk ik laat lekker aan jou over, maar dat kan ik zeker vertellen. Nou, mensen, als jullie naar mijn profiel op Twitch gaan... Twitch.tv/DylanNoNameGaming en of hoe ze het ook noemen, klik gewoon op mijn naam en ik zet een linkje op YouTube. Dan staat er ook daadwerkelijk in mijn sociale links staat een linkje naar mijn Discord. En daar kun jij praten met mij en Rick momenteel. Maar dat gaat zeker goed aankomende tijd. Ik heb vertrouwen in de community die Twitch heeft en die we daarop kunnen gaan bouwen. Dus kom er gezellig bij. Mocht je eigen inbreng hebben, breng die ook zeker. English, Dutch, Japanese, German, I don't give a shit. Gewoon lekker komen. Waarschijnlijk kijk je dit niet als je iets anders spreekt dan Nederlands momenteel. Maar ook vanuit YouTube komen ze en dan daar. Is zeker gezellig, hoop ik. En Rick, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het helemaal best. Ja, jij vindt het helemaal best, ja. Kijk, mijn Discord linkje staat gewoon in mijn Twitch pagina en bij mijn informatie staat het gewoon. Super tof. En ja, als je binnenkomt, is het gewoon de regels accepteren. Je kan er kiezen uit een rol. En als je de rol hebt, kun je weer verder. Heb je regels? Wat flauw. Ja, regels zijn om te gebroken. Wat? Ja, regels zijn er om gebroken te worden. Exact. Ja, we zitten 7 minuten vast. Nou ja, we hebben nog 4 minuten. Ah, nog maar 3 minuutjes. Nou, 3 bij jou. Nou, lieve kijkbuis, kinderen en alle andere aanhang. Wat voor spel zou u met ons willen spelen? Binnenkort... we blijven lekker Rocket League doen natuurlijk. Binnenkort kun je ook Fall Guys met mij doen. En ook met Rick, hoop ik. Want dan is het gratis. 21. En wij zijn Nederlanders, dus wij houden van gratis. Roestig en gratis. En, ja, jij nee, hebt nog steeds niet. Nog steeds geband. 2 minuten. Nee, ja, Fall Guys spelen we samen, Rocket League spelen we samen. Nee, wij spelen Brofals samen. Oh, Brofals. Straks voor de Fall Guys. Ja, Brofals. Ja, ik heb volgens mij Fall Guys voor de PlayStation, hè? Ja, misschien crossplay, denk ik. Hoe hebben we dat in het begin gespeeld dan? Dat was Brofals. Maar voor mij was het ook Fall Guys. Met die hele, hele moeilijke mappen waarvan we zeiden van, weet je wat... Weet niet. Volgens mij zou wel. Ik zou ook een keertje kijken. Is goed. Nog 2 minuten trouwens, dat we moeten wachten. Dus we mogen weer om 34. Ja. Dan wachten we die nog even af natuurlijk. Ja, en voor de rest, wat spelen we nog meer samen met het publiek open? Ja, ik denk Borderlands ook nog wel. Borderlands 2 vooral, niet 3. Ja, maar dan spelen we in het Engels natuurlijk. En we hebben het nu over de Nederlandse spellen. Oh, Nederlandse spellen, ja. Dan, Mocht je dan FIFA hebben, FIFA 22 op PC, kunnen we ook zeker nog even een match doen. Ik niet. Rick niet, die moet hij nog halen. Mij niet gezien. Jij houdt niet van voetbalspelletjes? Ik heb het op de PlayStation. Ja, oké. Gratis.
Gratis? Ja, wat doen we nog meer? Wat doen we nog meer in het Nederlands dan? Weet ik niet. Maar ik ga even een wat te drinken pakken, want ik moet toch nog even een minuut wachten. Dus ik zou zeggen, jij er eens over nadenken, vertel het onze kijkers en ik ben terug in een seconde. Ja, dan ga ik je kijken. In een halve minuut. En op dit moment hoor ik je niet meer, dus ik zou lekker zeggen, praten. Ik ga je kijkers gewoon lekker vertellen dat we ook toevallig Nestopia kunnen spelen. Dat is een NES-emulator voor de oudere gamers onder ons. NES was de voorloper van de Super NES. De SNES. Het is een ancient relic. Zoiets als dat. Het is een fossiel in de dingen. Maar wel gaaf, want je kan gewoon Bobberman spelen met z'n drieën. Hoe werkt het? Het is een programma en je gooit daar online programma. Althans, voor online programma. Je moet wel het spel hebben, tussen haakjes. En de multiplayer bestandje. Kunnen we gewoon leveren aan jullie. Dan join je gewoon een UK server in Engeland. En dan speel je Bomberman tegen twee vreemde mensen. Dat kunnen we ook gewoon in het Nederlands doen. Wat hebben we nog meer, joh? Ja, je zou Bases Loaded kunnen spelen. Dat is dan twee speler. Kun je even ons uitdagen. Ik had het over... Ja, Nestopia. Je hebt het over nestspelletjes. Ja. Ja, dat zou je aan zich ook in het Nederlands kunnen doen. Oh, zeker. Bomberman. Ja, had ik net over. Dat met Nestopia moet je wel de multiplayer bestanden hebben. Ja, maar die fixen wij wel. Ja, daarom. Wat heb je nog meer? Ja, we zijn nog aan het kijken voor de SNES, de GameCube en alle andere happenings. Ik moet zeggen, ik ben minder fan van de SNES en de NES. En de, eigenlijk alles wat eindigt op S. Ja. Switch. Ah, jammer. Ja, die eindigt op itch. Ja, het klinkt als... Nee, niet S. Dat is eindigt... Ja, maar retro gamen is leuk, man. Vooral met de oudere kijkers van ons. Ja, oké. Het ligt ook aan welk spel, hè. Bomberman vind ik bijvoorbeeld wel heel leuk. Zouden we uren kunnen spelen? Oh, tikt die weer net daarnaast. Er stond een keeper in de weg. Behalve daar. Mooi, die had ik gefixt. Ja, jij hebt natuurlijk ook de Switch, alleen daar zijn we nog niet op bevorderd. Ik heb wel degelijk een Switch en ik kan zeggen van ik ga dit doen. Dus ja, ik kan eventueel bijvoorbeeld Mario Kart kunnen we doen. Ja, jij wel, ik niet. Ik heb nog geen Switch. Nog niet. Oh, gaat de bal ernaast? Nee, nog niet. Misschien met een paar hele lieve kijkers en donateurs. En sponsors en hoe je het ze ook wil noemen. Dat we uiteindelijk gewoon een Switch kunnen hebben met z'n tweeën. Ik die hoop gewoon nog steeds een keer een Sugar Mommy tegen te komen. Ja, zoiets. Oké. Zoiets. Nee, maar ik wil gewoon een Switch hebben en dan een... capture card en dan kunnen we gewoon Switch spellen tegen elkaar spelen. En die heb ik ook al een capture card. Ja, heb je die al? Ja joh, ik heb alles. Nee, dat is onzin, maar ik heb heel veel wat ik nodig heb. Die heb ik al gewoon vanuit eerdere hobby's. Dus je hebt een Elgato 1800, wat is het? 1650 uit mijn hoofd. De Elgato 1650, wat? Ja, ik ben vergeten welk type nummer het was. De Stream Desk. Nee, de Elgato. Wat is Elgato? Ja, buiten dat het betekent meneer Kat. Nee, Elgato is dus de capture card. Oh, nee, ik heb geen Elgato. Ja. Ik heb een, weet ik niet, HDMI naar USB. Ja, oké. Dat is genoeg voor de Switch. Maar de, ja. Maar ik kan wel eens kijken of wij op vakantie lekker kunnen Mario Karten en dat live kunnen streamen. Nou, als je internet en je laptop het aankunnen. Nou, mijn laptop zeker. Die heeft een betere processor dan mijn
mijn computer, mijn PC. Ja, maar je moet ook capturen en recorden. En oh, dan gaan we een eigen gaat een doelpunt in. Dylan. Ah, ik miste hem. Nou, ik word hier geunited, man. Ja, nee, we kunnen wel kijken. Ik neem sowieso mijn Gameboys mee. Ja, maar daar dat was de afspraak niet. We zouden op vakantie gaan, niet op game date. Oh, wat? Ja, gamefeest iets. Ja, hoe noem je zoiets als je gewoon, ja, het is geen LAN-party, want het is digitaal. LAN-parties kun je ook gewoon in huis doen. Nice. Ja, maar dan een LAN-party van origine is dat natuurlijk met LAN. Met gewoon bekabeld internet. Ja. Dat zouden we ook kunnen doen, hè? Gewoon kijken of het lukt. Gewoon één wifi-spot gebruiken. Ja joh. En dat, want mijn laptop heeft ook gewoon Nestopia. Kunnen we gewoon online bobbenmanning. Recorden wordt wel moeilijk, maar... Hoezo? Ja, dat vindt mijn laptop niet zo fijn. Nee, maar dan doe je dat toch die van mij. Ja, dan ga jij recorden en dan kan ik met mijne gewoon spelen. Als het een beetje internet goed doet. Ik kan je vertellen dat als het voor ontvangst daar een beetje is zoals het zou moeten zijn, dat wij dan hartstikke goed kunnen doen. Ja, ik kan je vertellen dat mijn VPN-verbinding... Hé, wat ben ik met aan het doen met die bal, jong? Ja, dat weet ik niet. Kijk dan, mijn auto was aan het surfen op de bal. Ik ben zo Pikachu, kijk dan. Dit is geweldig. Dit is de eerste keer dat het gebeurt dat ik blijf kleven aan mijn bal. En wij spelen toch echt geen Rumble? Rumble? Nee, zou wat zijn. Maar ik neem wel een bordspel mee, hoor. Rick, ik wil eigenlijk... ik maak er net wel een grapje over van kunnen livestreamen, maar ik wil eigenlijk gewoon even genieten van mijn vakantie zonder games. Ja, daar een bordspel. Zonder board games. Ja, oké, we nemen wel de pokerkaarten mee. Playcard games. Rick kan maar één ding doen en dat is gamen, hè? Nee. De pokerkaarten waren jouw idee. Nee, jij bent hetero. Ja, lol. Nee, Voor zover ik weet is Rick hetero. Volgens mij wel. Alleen heet niet. Maar ik ben dan ook hetero, dus misschien ligt het daar aan. Ik ben een koutro. Nou. Hey, hou je eigen doelpunt erbij. Ik had hem. Ja, ga je de bal knuffelen. Waar is die andere heen? Is die ik net exploding. Ja, joi! 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 Nou, wat maken nou zij? Heb meer gemaakt dan mij? Ja, dat kan niet, hè. Nee. Maar je hebt wel één schot meer gedaan. Ik heb alles 100% zoals het moet. Ja, maar dat was een vuile schot, hè. Dat, kijk, dit soort dingen zijn ook een schot op goal. Oh, toch niet? In één keer niet? Nou, scoren, Dylan. Dat was wel een schot op doel. Oeh, mis. Nou, ik geef je een deuk. Nee. Eindelijk één wedstrijd gewonnen. Nou, dat zijn we 35 minuten mee bezig geweest. Eén wedstrijd. Ja, oké, maar je had ook wel een blok van 8 minuten. Ja, dat doen we ook niet meer. Beter verliezen dan liever. Ja. Maar, ik weet wel, we mogen nog 2 uur en een kwartier. Zo lang. Ja, zo lang. Dus, mocht je onze effort nou leuk vinden, we gaan gewoon door tot 2 uur vannacht. Ik dan. Ik weet niet wat Rick doet, maar ik dan. Mocht je zin hebben om onze reis te volgen en te zien hoe kapot wij zijn na deze 2,5 uur. Ja, volg dan zeker even en laat weten dat je kijkt.
En natuurlijk, mocht je zin hebben, join gelijk de Discord, want daarin ja, is het hartstikke gezellig. Oh, jij gaat eerst. Ja. Oh, ja, ik ga eerst. Ja. Dus niet. Ja, ik had een nieuwe tactiek, Dylan. Oh, gaat de bal de hoek in. Te laat. Te laat. Te laat. Oh, ik speel weer met mijn andere auto. Dat is het gewoon. Dit is mijn Octopus toverstaf. Octopus toverstaf? Ja, ik weet niet wat op mijn dak zit, maar het is ook van geen human. Het is een narrenhoedje. Ja, maar hij heeft een pistool. Het is een tentakelwezen. Dus, voor mij, van, ik denk van Rick en Morty, ik weet het niet zeker. Dat zou ik niet weten. Wat ik wel ga doen vandaag. Slapen. Naruto uitkijken. Nou, vandaag niet meer, nee. 11:45. Wat, slapen? Ja. Oh ja, jij moet natuurlijk lekker later de bed uit. Eigen doelpunt. Oh, geen doelpunt. Hansaplast wil niet scoren vandaag. Hansaplast wil niet scoren? Ja, je moet af en toe wel schappen maken, weet je. Anders wordt Hans anders ook niet zo blij. Nog meer rekening. Anders wordt Hans niet zo blij, bedoel je? Ja, anders Hans. Want Hans Anders, die kennen we nu wel. Ja. De brillenboer. We mogen geen reclame maken, hè, dus... Echt? Mag dat niet meer? Nee, we mogen geen reclame maken. Hey, die wist ik! Eentje voor de boeken. Kijk wat ik doe. Ik zie dat hij aankomt rijden. Ook een hands. Boom! I saw him. Da-da-da-da-da-da-da. Ik wist niet dat zij geen reclames meer mochten maken. Nee, ja, dat is deze goal wordt gesponsord door Rick Bier. Oh, Anders Hans. Door de Terraris en en de Nikes. Nikes bedoel ik. De likes. Nee, dus af en toe is YouTube er nog wel heel vervelend bij voor reclame en zo. Echt? Ik heb er niet geen last van. Ja, ik... Ik heb dan ook geen reclames. Ja. Ik betaal gewoon netjes voor mijn... Voor mijn spullen, ja, ik ook. Maar dat maakt voor hun niet uit. Als je gewoon een merk noemt, dan vinden ze het af en toe al genoeg. Oké. Okay. Dus ja, dan... Als merk nou betaald, wil ik het best noemen. Ja, ja. Ja, maar je hebt reclame, je hebt endurance. Nee, maar het maakt me ook echt niks uit. Ik doe dit gewoon leuk. Jij loopt er wel de hele tijd over te grappen, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik zou toch gamen, en of ik nou tegen jou zit te praten, of dat ik tegen een publiek komt zit te praten wat ik nog niet ken. Rebound? Nee. Nee. Zo, nou, dan ben je lachgaan. Pak maar. Kijk, ik hoorde... 7-0 winnen? Ja, nou, we hebben gewoon gewonnen. Ik hoorde de fans al klappen. Alweer. En again. En again. Maar wie is de topscorer van ons twee? Ik. 500 punten. Geweldig. En een save. Ja. Ja, dat ook. Mijn chat werkt trouwens nog steeds niet, maar... Niet. Ik geloof je. Nee, ik vind het jammer dat Daniel of Luc niet even langskomen. Ja, ja. Hey, deze naam ken ik. Deze hebben we al vaker tegen gespeeld. Nee. Deze hier, die Master Pro. Nee, die kan ik me niet herinneren. Ik wel. Ja, ik speel ook niet altijd met jou, hè. Maar je speelt niet altijd ik met mij. Ik ga vreemd in Rocket League. Oh, echt? Ik ga vreemd in Rocket League duo's. Dat kan niet, hè, Dylan, vreemd gaan. Dus, ik vind het maar wel. Dat is Rocket League onwaardig. Oh, ja, Rocket League vind ik dat moet kunnen.
Ik weet niet, maar hebben we je last van eigen doelpuntas? Ik denk, jij doet het niet, dan ik maar voor je. Ja, ik geef je gewoon een sweeper, joh. Ja, nee, ik ga hier. Ik beuk jou gewoon er. Oh, huh? Hoe had jij hem? Ik raakte hem aan. Ik dacht dat jij. Rick is de beste. Nou, wanneer gaat dat in? Ik denk dat je hoofd voor de chat zit. Nee, de chat staat nu niet eens aan bij mij, want hij werkt gewoon niet. Hoezo? Gisteren werkte die wel. Ja, maar die heb ik uitstaan nu. Ja, maar dan moet je hem weer aanzetten. Denk ik. Want gisteren hadden we ook gestreamd, toch? Ik weet het niet eens meer, we streamen zo vaak. Ja, we hebben gisteren gestreamd en ik zou vandaag niet gaan streamen, omdat ik niet kon. Maar achteraf ging er eigenlijk niks door van wat ik gepland had staan. Ja, dat herken ik. Ja, ik zou gaan leren vandaag. Oh, pak hem. Oh, jammer. Ik miste hem. Ik zou eerst gaan sporten, maar ja. Toen liep mijn werk zo erg uit. Dat ik daar eigenlijk niet meer geen tijd had voor die afspraak. Hey, maar waarom doe je je webcam niet of links? Nee, ja, linksboven kan nog, rechtsboven kan ook nog. Ik heb in principe genoeg plekje. Kijk, ik moet af en toe wel eens oppassen. Want ik heb natuurlijk nou de follower happenings ook in mijn linkerhoek staan, rechterhoek. En die stond net boven de scoring. Dus die heb ik even weer verplaatst. Dus mocht je toch denken van, nou, ik ben een betere speler. Join ons. Wel met je nep-account graag, want dan hoeven we niet tegen diamonds te spelen, terwijl dat het zilver zijn. Nee, maar mijn chat is ook niet gezien zonder. Nee, hij blijft ook niet lang staan. Kijk maar. Ja, nou staat je webcam er voor. Volgens mij is het echt dat die minuut blijft staan, nog niet eens. Ik heb mijn webcam even weggehaald. Heb ik al gereageerd dan? Jimmy. Kijk, look. Ik zie hem wel, maar hij is gewoon heel erg klein. Waar staat hij dan? In het midden van mijn scherm. Oh, daar. Heb ik very, very smachty gedaan, maar niet juist. Ja. Hou, net verkeerd. Nee. Echt. We zijn blauw, toch? Nee. Nou, Dylan, goed gescoord. Ik weet. Je know. Maar jij hebt dus gewoon geen dingetjes. Geen muziekjes, niks. Nee, wedstrijd gewoon. Nee, nog niet. Nou, ik nog te maken. Heb je wel informatie onder je chat staan? Je bedoelt onder mijn stream. Ja, mijn naam is Dylan, geboren in Nederland, oké. Okay. Ja, nou, oké, okay, en ik zie dat de lijst met mensen die hier gejoind hebben, zie ik nou staan. Ja, ik zal mijn chat zal ik even iets aanpassen. Kijken of ik hem iets groter kan zetten. Ik geef je de tijd ervoor. Oh ja, toch maar niet. De game geeft geen tijd. Nee, maar kleine tweaks maken een groot verschil, hè. Dus, Zo. Zo. Dan moet ik weer terug naar Rocket. Want we zijn er weer, ja. En dan mijn facecam zou weer zichtbaar moeten zijn. Chatbox zou nu ook zichtbaar moeten zijn. Ja. Zometeen eens even kijken. Ja, dan typ ik wel weer Henkie Panky Christmas Tree 500. Maar je hebt in elk geval weer een kijker erbij, dus... Ja, was jij dat? Ja, ik had beloofd om te kijken naar jouw streams, dus... Kijk,
ik ben ook al vanaf het begin naar jouw stream aan het kijken. Ja, verschrikkelijk. Die slechte spelers ook allemaal. Word ik toch niet voor betaald? Oh. Ik word helemaal niet betaald. Dit is mijn eigen TV. Nee, oh, mij. Hoi. En ik ben benieuwd hoe lang het duurt. 420. Ik denk niet dat ik blij zou worden van mensen die heel de dag alleen maar zitten kijken wat ik zit te doen. Ik weet niet, ik heb getypt in jouw bericht, toch? Waar staat hij dan? Oh, daar. Ja, hij moet iets hoger, want waar staat nou in die... ja, bij mij ook eigenlijk. Wij zijn groen, hè? Dat is rood, ja. Ja. Ik denk ik heb bijna tijd voor die chat. Ja, bijna. Nee, ik heb hem ook in mijn dode hoek zitten, maar ik weet, ja. Niemand praat in mijn chat, dus ik zie nooit de chat. Ik zal daar even berichtje. Komt ie? Oh. Ah, weer mis. Komt-ie Dylan? Oh. Komt-ie? Oh. Nee. Oh. Nee. Oh, daar wel! Oh, hij gaat erin! Oh, geweldig. Wat een mooie goal. Kijk dan. Mijn chat zei iets hoger. Nee, iets hoger. Gewoon hoi. Gewoon iets boven je... Je staat een getalletje. Ik zie hem nu. Ik zie dat. Ja, leef je stream nog of heb ik hem nou vermoord? Nee, hij leeft nog. Ja, omdat ik nou alleen zwart scherm zie. Niet meer. Ja, nou niet meer. Nee, ik die zag ook alleen zwart scherm. Deze winnen zei. Nee! Niet? Oh. Maar ik had geen boost, dat was een beetje het probleem hier. Maar nu zit ik te kijken op full scherm naar Dylan. Zo. Hey, thanks, Bikey. Bikey. I don't know, Dutch. Netherlands. Ja, Bikey is aan het reden met 677 anderen. Oh, dat is netjes. Laat me even kijken. Oi! Mooi! Zo. Helemaal. Dus heb je nou ook gewoon 687 man? Die kijken dan, of... Oh, Wijkie is Nederlands. Hij zegt, ik heb 19 kijkers. Ja, nou, dat maakt niet uit. 677 staat. Ik ben al blij dat je überhaupt even langskomt. Ik vind het hartstikke leuk altijd als mensen even een kijkje komen nemen. Oh, mis. Ik ging eroverheen. Kun jij er nog bij? Als ik erbij kan, dan kunnen we leuke dingen doen hier. Ik ben weer vliegend. Zo, wegwerken. Dylan, kun jij erbij? Ik denk jij komt eraan, dan... Ja, inderdaad. Maak de tijd en ruimte voor je. Oh, sorry. Komt hij weer, denk ik. Geluidfabriek. Zo, even die guy blokken. Even een beetje de bal de andere kant op guiden. Oh, Dylan. Ik ben onderweg. Vooruit. Ja, omdraaien is vaak slomer dan achteruit rijden. Maar Becky had letterlijk 19 viewers. Oké. Ja, ik zag geen piek, dus ik doe wel een volgje. Ik zie maar 3 mensen kijken, dus... Ik weet niet wat mijn systeem deed, maar ik trok in één keer naar rechts toe, of links, terwijl ik dat zelf niet deed. Ah! Mis. Er zit een
Vicky in. Heel vervelend ook. Oh, komt de aerial aan. Groundplay, please. Nee, groundplay. Ik heb geen boost. Mijn boostverzameling is op. En ze pikken allemaal boost gewoon hier rondjes. Ik moet gewoon even wisselen van kanalen, anders krijg ik daar weer zo'n fan die zegt dat ik niet naar mijn tekst luistert of leest. En roept en dergelijke. Ja, ik heb die van jou aanstaan. Ja, dus als je bij mij kijkt, kijk ik bij jou en dan kan je nog samen op eigen stream bewaken. Nou, ik heb beide chats voor me, dus... Komt ie. Laat me gaan. Ah. Ja, jij zegt laat maar gaan, maar ja, ik zag al wat er gebeurde. Ja, maar jij raakt hem aan. Dus ja. Dat is niet laten gaan. Als je niet aan afgeraakt, dan hem gewonnen. Nou, dat zal net schelen. Ja, nee, de bal ging de goede hoek in. Nou, weer een tape delay hier. Kind of. De hele tijd die bal maar wegwerken hier. Nee! Te laat. Zag hem gebeuren. Ja, Dylan, we hadden deze wedstrijd gewoon kunnen winnen als je de bal met rust liep. Can happen. Brekkie is aan het reden met 670 anderen, ja. En ik zie geen verschil. Ja, nou, maakt niet uit. Iedereen die het leuk vindt mag komen kijken natuurlijk. Ja, belangrijk. Verder, het belangrijkste is dat we allemaal plezier hebben. Maar, Becky, nou, heb je zin om mee te doen? Ik weet niet of je zelf Rocket League speelt. Ik hoop het wel. Kijken. Let me see. Nou, ik zie het zo niet, maar 4 volgers, nou dan ja, leuk dat je even kijkt. Nou jongens, de bal blijft van mijn kont af. Kon er niks aan doen. Ja, ik heb geen boost. Oh ja. Nee. Ah, nee. Er zit weer een kamikaze blauw piloot tussen hoor. Zo, stoppen met die bal. Over me heen de goal in. Dit is een mooie. Ja, kijk eens. Ik heb een hele mooie start ermee gekregen. Misschien dat ze bedoelen dat er momenteel... Dat er op dit moment op Twitch 677 raiders zijn. Ik denk, nee, meestal is echt gewoon amount wat er staat. De hoeveelheid, Nederlands woord. Dat ook echt aan het reden is. Dus, Oké, ja. Yeah. Maar ik weet dat de sound alerts werken. Heb jij sound alerts? Ja, want hij deed net. Ja, als iemand een follow doet, bedoel je. Nee, maar dat reden kreeg in één keer. Ja, dat dinootje op mijn scherm, dus die heeft die standaard. Ga ik? Ga jij? Weet ik niet, ik werd aan alle kanten gebeukt. Oh, net niet. Net niet, kom maar. Oh, ja! Ik kom er klaar voor. En ik score! Ja, dit is een hele mooie voorzet hoor, jongens. Ja, dit was ook echt een hele mooie voorzet. Maar ik score! Oké, we moeten weer. Green. Vol gas, dubbele flip, enkele slag terug. Toch een beetje boost, 7. Oh, daar gaat hij, Dylan. Daar gaat hij, hoop je. Oh, counter. Zo, dan maar even uit te peuken. Ik denk, ik moet die kant op.
Ja, maar af en toe moet je autootje beuken, joh. Dan krijg je wel gratis de bal mee. Ja, nee, dank je. Dan moet jij gratis autootje beuken, natuurlijk. Oh! Hey! Eigen doelpunt? Nee. Kijk wat ik deed. Ik speelde hem heel mooi tegen min. Ja, wel een eigen doelpunt. Dit is een eigen doelpunt, maar toch. Ah, ik mis hem weer. En ik blok gelijk die andere gozer, dat is ook wel een tactiek. Gaat ie? Hij gaat. Nou, dit zijn wel weer, het is echt, ik denk, 4 uit 6 pogingen gaan erin. Zeg maar, de score sowieso 4-1 voor, dus. Ja, maar de scorezekerheid gaat omhoog. Dat is een beetje belangrijk. Wat zei ik nou net? Scorezekerheid gaat omhoog. Dat is belangrijk. Ja, heel belangrijk. Kijk dan. Raakt hij hem nou? Ja, had misschien de hoek ingegaan, ook erin. Hele hoge scorezekerheid gewoon vandaag. En dat is gewoon alleen als we winnen. Het is een beetje echt alles of niets gewoon de hele tijd. Dat vind ik gewoon raar. Nou, blijf dus stoppen met boosten. Je had hem aan de kant moeten beuken. Ja, hem. Maar hij raakt ook echt minimalistisch de bal wel, hoor. Ja hoor. Zag je wat ik deed? Je gaf hem een beuk en de bal nam je mee. Niet? Nee, ik denk ik zet hem voor. Want als jij hem had geraakt, dan deed hij het niet. 3-3 goals. Bijna evenveel punten. Want ik sprong over de bal heen. Ja. Berry nuizen. Ik zo. Kan mee met je haar? Oh. Ja, dat spel moet ik binnenkort ook weer een keer na mijn vakantie ga ik die ook weer lekker een keer live streamen. Oké. Ja, Kekkerland. Ja, Kekkerland. Dat is natuurlijk op mijn Engelse YouTube kanaal. Je hebt alle tijd, 4 seconden. Ik mis hem. Ik miste hem. Oeh. Dit zijn wel weer de goals die ik wel weer maken, Dylan. Ja. Normaal gesproken gaan ze naast. Wordt dit weer zo'n potje dat ze eruit gaan? Great pass, ja. Ik krijg mijn auto niet onder controle als die in de lucht staat. Dat is de enige verveling. Oh, hij pakt hem wel net. Dat is wel netjes. Die gasten zijn echt niet kansloos hoor. Dat wil ik ook niet zeggen, nee, maar... Wij zijn gewoon net iets beter. Oeh. 3 keer tegen dezelfde paal. Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, deze gaat erin. Niet. Nee, niet. Dat kon ik ook wel vertellen. Nou, hij ging wel aardig op zijn rit. Zo, terug. Ah, ik beukte hem aan de kant. Ik denk die gaat er zelf in. Ja, dat kan gebeuren. Andere goal. Ja, ik weet het. Oh! Kontje. Waarom heb ik geen saves? Omdat die eigen doelrichting was, zoals deze. Allemaal missen, hè? Even over Dylan heen springen. Hoef ik het echt niet te proberen. Nee. Zowel niet voor mijn nek als voor jouw nek. Zoiets, ja. Oh. Dit was echt een domme fout vanuit ons. Ja, joh.
Kijk dan wat er gebeurt. Ik probeer hem te draaien, maar... De bal was de waagte, Dylan. Zoals de editor van Gary Vee zegt, piep, 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 piep. Gewoon vooral het schilder dat daaruit komt, klinkt zijn video gewoon piep, 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 piep. Nou, over balzekerheid gesproken. Film safe. Nog een keer. Gaan we gaan. Welkom, dit is onze tweede uur van Rocket League. Ja, we zijn inderdaad net het uur, eerste uur bezig. Ja. Ja, en ik moet wel zeggen, ze van 4 goals, 5 shots. Dat zijn wel de statistieken die we hebben. Nou spelen we weer tegen een team hoor, dan gaan we gewoon keihard verliezen. Ja, nou, wij zijn ook een team ondertussen. Wij gaan dit gewoon kaart winnen. Zeg je wel. De eerste bal gaat er weer mis hoor. Maar de tweede bal ook. Oh. Oh. Ja, dit is wel lullig. Ja. Yeah. Nee, mijn camera draaide. Kijk maar. Dus dan denk ik, wat? Bal weg. Dan dat is best knullig. Hero of Time DX, oh, dat is zeker ook eenzelfde speler. Nou. Oef, is dat geen safe? Nee, het is geen safe. Nou, Dylan. Ja, dit was volledig mijn schuld, want ik denk ik beuk jou daar tegenaan. Niet beuken. Ik vind ik zal het niet meer doen. Leer het af, niet beuken. Ja. Ik wil winnen. Kom je zaterdag gewoon live beuken? Ja, echt, hè? Moshpit in mijn eigen huis. Tanden eruit. Ja. Ik nodig wel graag Dark Raver uit en hey, Outsiders Dark Raver, Paul Elstak. Kijk eens! Ja. Hoi! Hoi! Het zou echt vet zijn als die als je dat voor elkaar zou krijgen. Nou, een hardcore party in je eigen huis. Ik heb wel wat hardcore vrienden hoor. Ja, maar ik heb het over echt de artiesten die al week in, week uit in een stadion zouden kunnen vullen. Ja, wij toch ook? Nou. Ja, zeker, maar dat is niet omdat er mensen komen kijken, maar gewoon omdat wij op de stoelen gaan zitten. Ja, stadion is uitverkocht. Ja, hoeveel man waren er? 5. Inclusief 4 kaarten van mezelf. Ja, stadion is uitverkocht. Jij hebt ook stadion, Maduro dan. Ja, yeah. Oei. Komt die? Ja, als je die niet uitverkocht raakt, dan... Nou, geloof me, mijn moeder is ooit kwijtgeraakt achter de kerktoren van Madurodam. Oh, ik kan er niet bij. Ai. Hey, Rick. Ik heb jeuk aan mijn armen. Ze waren letterlijk een keer mijn moeder kwijt. Stond achter de kerktoren in Madurodam. Echt? De dom van Utrecht. Zij is net iets kleiner dan die dom. Ga jij maar als eerst. Een beetje safe bakken en zo. Als je het aandurft. Oh! Mijn auto is kleiner dan mijn geheugen, denk ik af en toe. Dylan? Ja. Er stond iemand niet helemaal op de juiste plaats. Jij? Nee, jij. Ik gaf jou gewoon een beuk. Dat zou ik ook zeggen. Je stond gewoon in de hoek omhoog te rijden, terwijl je iets opzij moet. Dan moet je niet zo op mij staan te rijden. Maar ja,
Rick, hoi. Ik zeg niks. Ja. Ik wou iets zeggen, maar dan wil niemand offenden. Ik ben geen paard, ik ben een Dylan. Nou. Zo, ik vloog. Nou, dan gaan we maar weer hoor, Dylan. We moeten gewoon 3 goals maken. In een tijdbestek van 2,5 minuut en minder. Geen tegendoelpunt krijgen. En deze gewoon heel netjes erin laten flippen. Nou, ik krijg hem niet geflipt. Zo. Mag ik boost graag, Calimero? Je kon hem daar pakken, heb je hem, heb je hem? Ja, goed, nou wel. Nee, je moet dan cirkelen. Nee, Rick! Wat? Ik kwam aanrijden. Hij blijft af. Ik hoorde niks. Nee, ja. Ik moet inderdaad leren. Af. Ah, crap. Daar waren 3 mosquito's, dus... Oh, we ontploften elkaar. Oei, 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 oei. Komt weer een bal op de goal. Niemand die pakt. Wel pakken, maar missen. Geen boost. Nog boost. Ah, joh. Wat ben je aan het doen? Boom. Nee, oh. Nou, dan. Zo is dat geen safe. Ik weet niet, ik vind het wel matig dat we nu gewoon elkaar verliezen. Ja, Rick. En dan komt. Betere spelers hebben. Ja, nee, ik vind het gewoon zielig. Gewoon elke bal gaat er niet in. Tik hem. Komt die via het midden? Je hebt 3 seconden. 2, 1, kom. Klopt toch? Ja. Nog maar 2 in 15 seconden. Ja, zou kunnen. Ja hoor. En 10 seconden nog één. Gaat het? Ik weet niet. Ik vind het. Iemand reageert weer bij mij. Ja, jij. Ik voel me net ADO. Ken je? Oh, nee. Nee. Hij mist de penalty hoor. Hij mist de penalty. Yo, Hart XD. Hallo, Hallie, geweldig. Hallo. Dit is ook de reden waarom ik naar mijn eigen stream kijk. Jazeker. Ja, jij mag zeker meedoen. Wil je ook gewoon in de chat zitten dan? Want dat in mijn Discord linkje hieronder kun je joinen. Gaan we even. Ja, maar we zitten al in de mijn, hè? Dus dan. Ja, dan moet hij bij Dylan erin. Wat is jouw linkje, Dylan? Zit hij er bij jou in? DJ Tinder, ja, nee, maar ik moet jouw link hebben, niet de mijne. I know. I'm busy with it. So. Yeah. Koppie. Oh, ik moet wel in de access point welkom boek een linkje maken. Oh, heel erg handig. Oké, nou. Ik drop een linkje in de Discord channel, ja? Bij deze heb ik hem in... Ja, dat kan ook. Mag jij geen linkje sturen, Dylan? Waarom niet? Ik zie sterretje. Nou, ik kan gewoon linkjes sturen. Ja, maar niet bij mij dan. Ik zie geen bij
zie bij mij alleen maar sterretje, sterretje, sterretje. Ik kan hem in jouw chat ook zetten. Ja, maar ik zie sterretje, sterretje, sterretje bij mij. Oh, weet ik niet. Misschien in jouw chat dat hij dat automatisch doet, maar... Nee, maar ook online zegt hij sterretje, sterretje, sterretje. Moet ik je Spider 555 Elegant. Maar goed, ik heb je een link gestuurd. Dat is de Discord channel van Dylan. In de Dylan's Discord channel zitten wij ergens in de social channel Dutch. Dus je moet wel zijn regels accepteren, bladibla. En dan kun je bij ons joinen. En dan voegen we je ook gelijk weer toe op Epic, denk ik. Als je dat al gedaan hebt. Ja, hij heeft me al op Epic toegevoegd. Ah, hij heeft je al op Epic. En dan moet je hem alleen even een feitje sturen. En dan denk ik dat het wel goed komt. Als hij nog niet vertrokken is. Ja, ik denk dat hij al vertrokken is. Maar ik zal hem eens uitnodigen. Ja, ik moet de hele tijd wisselen tussen twee chats. Dus dat is althans twee keer een channel. Oh, dat hoeft bij mij niet. Ja, maar ik kijk naar jou. Discord join ik later wel. Ah, oké. Okay. Ik heb je invite. Kun je joinen. Ja, dan moeten we met z'n drieën. Ben je een beetje goed? Ik hoop het wel. In welke chat gaat hij praten dan? Want ik. Op jouw livestream. Mijn livestream. Dus ik praat wel lekker. Want ja, ik zit natuurlijk ook. Oh, hij is niet goed. Oké, nou, we hebben afgelopen paar dagen met Diamond spelers gespeeld. En wij zijn dan net zilver eind begin gold. Dus. Maar kan u ons wel horen in de party chat? Nee, ja, want hij reageert op mijn. Nee, niet party chat. Hij reageert op de chat. Hij hoort ons in vertraging. Ja, dat is niet erg. Maar dan ga ik gewoon even mijn eigen channel zoeken en bewaken in plaats van die van Dylan. Oké, hij speelt. Je speelt de PlayStation zo te zien. Nou, geen probleem. Ja, of Xbox denk ik. Ik weet niet hoe dat zit. Ja, of Xbox natuurlijk. Nou, hij spreekt ja. Was dat een ja op vertraagd spreken of op ik speel een PlayStation? Een van die twee. Het is gewoon een ja, Dylan. Oh, daar gaan de Aerials om. Oh nee, we hebben een seizoen 3 winnaar. Ja. Ik ben ook een winnaar, hè? Als ik mijn ogen dicht doe. Oh, mijn auto blijft spinnen, man. Dat is met deze gewoon heel erg. Altijd heel slim. Hou hem tegen, mooi. Ja, ik probeer het. Oh, als je mij nou via links laat gaan. Nou, dan mag je ook gaan. Oh, mijn in-party chat staat wel open, dus. Zou. Ga ik jou waarschijnlijk live horen, mij niet. Ja, maar zou mij denk ik dubbel horen, want mijn in-party is open. Oh, dan raakt er eentje de bal aan. Keeper. Kun je een aerial doen naar het goal? Nee, want ik heb geen. Ik heb geen dingen. Geen. Boost. Nou, verkeerde kant op flip. Oeh, nice. Hij zegt wel dat hij niet zo goed is, maar ondertussen speelt hij me wel eruit. En jou. Oh, komt een bal richting terug. Links. Ja, het was terug links. Ik bedoel jouw rechts. Ja, hoor. Hij is gewoon goed. Houd kan er niet bij. Kan er niet bij. Ja. En hij zegt weer dat hij niet goed is, hè. Maar stiekem. Stiekem is hij heel goed. Ik ga even kijken bij hem. Oh, hij is ook een streamer, maar hij is nou niet live. Oké. Okay. Je gaat stiekem bij zijn account kijken hoor. Want gewoon tijdens de wedstrijd. Ja, gewoon tijdens de wedstrijd. Gewoon met mijn linkerhand. Zo. Ja,
jij gebruikt toch maar één hand, hè, tijdens het streamen. Ja, jij ook. Ja, oké. Okay. Ik heb weinig keus. Ja, oké, okay, ja. Ik heb hem in elk geval een volgje gegeven, vind ik wel belangrijk. Fanbased communicaties, hè. We hebben nieuwe settings, even wennen. Ja, nee, dat is niet erg. Maar jij bent een PlayStation user dan. Oh, deze is wel netjes hoor. Kunnen we niks aan doen. Deze is heel netjes. Ja, is 2 maanden geleden voor het laatst gestreamd, zo te zien. Ja, zoiets. Ja, ik speel ook met een PlayStation controller op een PC, dus... Voornamelijk is dat af en toe wel fijn in mijn handen ligt dat mijn linkerduim en mijn rechterduim evenveel slijtage hebben. Zou ik hem carryen? Nice. Hij carryt hem gewoon. Nou. Kip carry, hè? Niks tegen carry. Nee. Jim carry. Hij is een tournament winnaar. We hadden jou echt een uur geleden nodig, want we speelden 2-3 en we werden weer van tafel afgedouwd. Dat was echt ongelooflijk. We vergeten elke keer dat je met een tournament 3 spelers nodig hebt. Oh, 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 oh. Heb hem, mooi. En bedankt. Nee. Ik heb eigenlijk gewoon 4 keer de bal geraakt vandaag hoor. Dat is echt, althans in dit spel. Deze ronde. Ik tenminste al 16 keer. Oei, kan er niet bij. Oh, die dino is nice. Op naar blauw. Op naar blauw. We gaan je dadelijk wel even interviewen hoor. Ik ben gewoon benieuwd hoe je ons bereikt hebt eigenlijk. Gaat hij erin? Nice. Gaat hij erin? Nice. Very, very busy. Nice. Suggy! Eigenlijk zou je ook nog moeten hebben. La 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 bamba. Ja, ik moet ze nog steeds allemaal even op 1 toon zetten qua volume. En dan... Ja, ik ga ze zelf maken als ik ze straks heb. Je kan ze ook gewoon inzetten. Maar dat is niet leuk. Voor zelf maken. Ja, we hebben een hele mooie nummer dadelijk ook. Ja, ik zal nog niet te veel vertellen. Klinkt als muziek. Klinkt als muziek. 2 woorden. Geen eigen save, oké. We hebben iemand nodig die op de goal blijft staan, als het kan. Ja, ik twijfel te veel. En bij twijfel moet je de bal loslaten, was het verhaal. Dank je, Dylan. Ja, het is alleen jammer dat ik nou Dylan's stream niet kan bekijken. Dus mochten mensen inschakelen bij Dylan, welkom. Ja, nog niet veel. Oei, net niet. En dan is de auto gelijk weer oncontroleerbaar vervelend aan het stuiteren. Crap, ik had op de grond moeten blijven, dan was het wel goed geweest. Ik heb me wel weggewerkt, dat wel. Nou, het is me niet gegund, die 7 ballen aanraken. 6. 8. 8 nu, ja. Gewoon geen boost. Oei. Ja,
Ik word een gevaartwasser. Ik moest hem weer naar voren. Ja, ik werd gevaartwasser hier, joh. Gevaartwasser? Ja, er staat toch. Oh, er staat een was. Was Herma Shane. Oké, okay, nou, ik klonk als vaartwasser. Gecarried. Kun je hem nog maken in die 2 seconden? Oh, jammer. Jammer. Nee, maar hoe heet je eigenlijk? Ja, want ik ken jouw naam. Natuurlijk niet. Ja, niet. En ik zie hem bijna niet ook. Ik zie een I_TRHardXD. Ja, zoiets. Shout-out naar deze guy, want die is een stuk beter dan dat hij zegt dat hij was. Bescheidenheid is een goed ding, hè, Dylan? Ja. Yeah. Ja, ga ik ook maar weer bewegen hier. Leg jij een beetje in de goal staan? De slechtste speler in de goal, dan kom ik helemaal niet meer aan de bal. Ik zie niet eens wat de bal is nu. Tryhard is het, oké. Okay. Nou, bij een eigen doelpunt. Gaat weer goed. Weet je zeker dat ik in de goal moet blijven staan, Dylan? Ja. Ik ben vooraan te vinden. Tryhard is mijn naam, ben 3 keer champ, maar ben champ 3, maar ben aan het kloten met settings. Ja, nee, dat is belangrijk. Ik zeg, soms heb je echt gewoon helemaal geen feeling meer met je controller of met de console. Ik heb het nou ook, als ik nou Rocket League speel op de PlayStation, dan kunnen we huilen. De eerste, ik kan niet streamen. PlayStation, omdat die heeft het eruit klapt. Oh, ja, jammer. En de tweede, het speelt gewoon met 30 frames per seconde, toch wel een beetje jammer. Aan de kant. Toch proberen de bal te raken, hè. Dat is, Tryhard scoort! 1-1. Tryhard is je naam. Oké, okay, tryhard, ja. Yeah. Oh, het is een I-emotie, tryhard. Ah, ik zie het nou pas. Ah, thanks voor de follow bij mij. Nice, goeie guy. Ja, moeten we houden met gasten zoals Daniel. Dat, misschien moeten jullie maar eens een keertje ook samen spelen. Dan hebben we de pros versus noobs. Ja. Oei, nice. Ja. Hey, sorry, maar als wij tegen Daniel en Tryhard gaan. Nou, door het gewoon 26-1 hoor. 26-1? Ja, en die ene doelpunt is alleen omdat iemand hem erin tikt aan de verkeerde goal. Ja. Waarschijnlijk jij. Nee. Dan moeten we 26 zelf maken. Dat gaat niet, hè. Nou, dan ga ik proberen een afleiding te maken. Werkt niet. Moet ik helemaal terug. Oei. Nice. Hij carryt ons gewoon, man. Ik ben geen kip carryt hier door Tryhard. Dat is... Ah, op doel. Fuck. Maar je bent champ 3, is dat dan lager of hoger dan Grandmaster? Want Daniel hij is hoger. Is een champ hoger dan Grandmaster? Natuurlijk, ja, de champ, champion. Het is kampioen. Ja, maar je, ja. Ze hebben het veranderd, hè, laatst. Dus ik heb niet zoiets van, ja, laatst, de zeg maar. Lijkt mij de champ blijven. Ja, denk ik wel.
Dan horen we dadelijk wat van onze sterspeler van de avond. En hij scoort hem wel, hè, die Dylan. Ja. Huh. Dit was een moeilijke ronde. Ik moet zeggen dat ik dit echt een moeilijke ronde vind. Champ 3 is lager dan Grandmaster. Oké. Okay. Grand Champ. Oké. Okay. Oh, Grand Champion, ja. Grandmaster is het toch, die had. Daniel. Holy. Ja. Ah, mis. Wel, die splash is wel leuk. Ik zat gewoon naast. Ik ga het even opzoeken. Rangen Rocket League. Niet Romeinse leger, Rocket League. Denk ik ben meer een ground speler, dus dat is echt mijn nadeel hier. Als jullie allemaal aerials doen, dan kom ik niet eens in de buurt. Maar je moet ook wel... Ja, maar iedereen heeft een specialiteit. Ik heb er nog geen één. Ground. Ja, 1 of 3 goals, zeg maar, dat is zoiets. Ground. Oh, dat ging een beetje de verkeerde kant op. Beetje? Ja, ik beukte tryhard. Jammer. Ja, mooi. Maar gaat wel alle kanten op hier vandaag. Nice. Gewoon weer gescoord. Hij carryt gewoon een team van amateurs, hoor, die tryhard. Oké, okay, Super Sonic Legend is het hoogste. Dan heb je Grand Champion 1, 2 en 3 daarvoor. Oké. Okay. Ik weet niet meer wat... Super Sonic Champion hebben. We hebben Super Sonic Legend. Oh, ik spring naast. Hoe kan ik naast springen? Dus, maar ik weet alleen niet welk rang Daniel had dan. Dat is in elk geval... hij was Grand Champion. Grandmaster, Grand Champion. Tekken weet ik wel helemaal die rangen, maar in Rocket. Ja. Dat is net iets boven mijn. Beetje als 3-ster admiraal en een 4-ster admiraal. Oh, wel safe. Oh, had jij de safe? Ja, ik had de safe. Nou, nog een goal maken en ik ben tevreden hier. Nou. Een schot op doel. Au. Oh. Heb jij geluk, Dylan? Daar hadden we echt geluk bij, ja. Jij tikt mij opzij en ik wil me omdraaien en dan komt die bal al aan. Nee. Na gold hebben we platinum. En ik ben maar zilver. Ja, maar je hebt in principe brons, zilver, gold. Ja. Dan heb je platinum, dan diamond, en dan, hij was volgens mij diamond gedaan. Mm-hmm. Daarna hebben we champions, grand champions en super sonic legend. Oké. Okay. Dus ik ben zilver. Dus je hebt nog een hele weg te gaan, ik ook. Ja. Ik ben brons met z'n drieën. Maar wel brons 3, dus... Ik zit tegen zilver aan. Ja, nou, jij doet het heel goed. Dat is niet over te twisten. Jij doet het beter dan ons. Ja, 3 plus 3 is een beetje gaar. Oh. Ah, zo. Ja, ik vind 3 versus 3 vind ik af en toe nog wel eens chaotisch. Oh.
Laatst hebben we 4 vs 4 gedaan, dat hadden we niet moeten doen. Dat was gewoon hoofdpijn. Ja, ik vond het wel leuk, een keer. Jawel, maar niemand had boost. Alle ballen gingen mis. Er stonden 5 man. Stonden 4 man elke keer in de goal en zo. 4 man in de goal, ja. Oh, Hammercat maakt hem. Nice. Very, very nice. Dus. Toch very wel weer een goal, jongens. Ik kan weer naar huis. Oh, ik ben al thuis. Wacht maar, ik kom er ook al aan. Ik heb wel een assist en een save. Mooie spelers. Oh, sorry, tryhard. Ik raakte hem aan, jullie kerren mij, hè? Mocht je willen dat je carry gek. Shit, man. Ik voel me vrij nutteloos in deze potje. Ik ook. Daarom moet je gewoon gewoon zo'n junior account krijgen. Zo. Dan kun je met ons meespelen. Van mij, Rocket League was gratis op Epic, niet? Nog niet. Huh? Niet gratis. Nee, 26 juni. 26 juni. Nee, Rocket League, niet Fall Guys. Oh, Rocket League, ja, die is gratis. Ja, dan zou je gewoon een gratis Epic account kunnen maken en gewoon op de PC. Ik ga Fall Guys inderdaad even door elkaar. Ja, nee, dan inderdaad. Ja, Fall Guys komt ook aan, dus dat is ook een leuke multiplayer game. Ja. Nee? Nee? Ik ga wel. Ga maar naar voren. Oh ja, sorry. Kijk, ik wou eigenlijk springen, maar er stond iemand in de weg. Een hele mooie tegenstander. Oh, pingbal. Oh, hij geeft me een beuk, jongen. Mijn autovlag gewoon... Oeh, wat was dat? Wat was dat? Weet niet. Dat was een eigen goal, ja, of niet? Ja, vertel me wat dat was, tryhard. Nee, ik geef hem voordeel van de twijfel. Hij deed geen Dylan. Rick die weet niet wat hij moet doen, dus... Kijk, blijf jij op goal? Ja, ik ga wel weer terug. Ik ga wel weer de meest waardeloze speler spelen hier. 5 cent. 10 cent. Spelen. Maar als jij daar nou niet had gestaan, dan was iedereen gegaan. Ja. Denk het. Kan je erbij? Nog niet, nee. Zo. Nice. Kleine oogjes, grote oogjes. Pingpongbal. Gaan we door. Het is een schot op goal manifesto pingpong. Oh, daar komt de bal. Kan ik niet bij. Ik ben geen... Oh, sorry, Goos. Ik ben geen aerial koning. Ik kan het nog wel eens proberen op lange afstand, dat ik nog een beetje... Oh, keeper is uit de goal. Oh, Roadhouse King hier. Walking Turnip. Hoeft maar één doelpunt erbij te maken, hè. Oh, geen eigen doelpuntgebied graag. Het was geen save, jammer. Nee, ik heb geen boost. Nee, maar die van mij was ook geen save. Pikt iemand hier een boost van mij weg? Sorry, dat was ik. Ja, niet boost. Iedereen moet niet boost hier. Geef die aerial man nou zijn boost. Oh jee. Geef die aerial man nou zijn boost. Ga nou eens weg. Dan kan ik tenminste weer naar voren, mijn speelstijl. Ik heb lucht hier. Nou, er ligt weer mijn auto ondersteboven.
Oeh, ik mis hem. Hey, peuken ze me weer heet dat de goal in. Zo, mijn camera is heel even weg. Ja. Ja. Ik loop heel veel mensen binnen. In je kamer. Stuur ze weg. Ik zit in mijn studio inderdaad. Niks te zoeken, privéterrein. Ja, helaas. Wel het geval. We hebben niet allemaal geluxe zoals jou, Rick. Hoezo? Moeten ze bij mij niet doen hoor, in mijn studio. Nee. Ik wil winnen. Ah joh. Nee, dat hoeft ze bij mij niet te ik doen. Ik wil even snel vragen wat ze nou precies willen. En dan ben ik zo beter. Mm-hmm. Dat duurt echt geen half uur. Dus. Ik doe nog één potje, ja, nee, gelijk heb je. Het is al bijna 1 uur. En, je merkt dat we beginnen te verliezen, dus dan is het ook heel snel wegwezen. Ja, lekker slapen is ook wel een goed idee, ja. Ja, dat maakt me niet veel uit. Nee, ja. Dat zou ik ook zeggen, maar je hebt een reputatie, hè? Ben ook, heb ook mijn nieuwe settings. Dus wat heb je nou aangepast aan je settings dan? Nou, ik kan je zeggen. Nee, jij bent niet slecht. Oh, match has concluded. Daar heb ik ook vaak last van. Ja, mijn dead zones. Ik heb ze allemaal ook aangepast, maar je blijft ermee bezig. Ja, oké. Ondertussen ga ik wel even... Ring. Nee, oh. Ja, want het is, ik speel dan zeg maar race spellen. Dan ben ik er continu de controllers aan het aanpassen. Ik heb hem nou wel een beetje werkend gekregen, de race spellen. Het was vrij moeilijk ook. Ja, R-Factor 2. Ik heb hem wel werkend gekregen, maar... Oh, die was mooi. Er is nog iemand gedemolitioned. Ja, ik denk... Oké, nou het zou leuk zijn als we je leren kennen over Discord. En even kijken naar het vervolg. Ja, je meldt dat welkom. Ja, en dan gewoon even kijken hoe wat. En dan, we hebben we hebben iedere server. Uiteindelijk heb ik besloten om een eigen servertje op te richten. Want ja, met Rick is heel leuk hoor, maar dan hebben we allebei rekening gehouden met elkaar. En als we nou ieder een eitje hebben, kunnen we in principe pakken wat we willen. Ja, jammer. Ik had geen boost en ik wilde dan bouncen. Maar helaas. Mijn facecam is terug. Daar ben ik weer. Ik wou een blok zetten, maar hij ging over mijn auto heen. En ze kreeg zo'n hele mooie kans om te scoren. Dat was niet de bedoeling. Ja. Maar tryhard, je moet wel even hard voetballen. Want het is namelijk zo dat wij een regel hebben dat we pas stoppen als we gewonnen hebben. Oh, ja, mooi. Ik wilde hem namelijk niet afpakken van je. Nee, ik was gewoon onderweg hoor. Nee, jij. Maar ik bedoel, ik wilde hem niet afpakken, want ik wilde hem dat tryhard hem zou scoren. Hij deed het zo mooi. Ja, ik weet het. Ik vind het altijd zo lullig overkomen als ik... Als je allemaal... Als ik dan net iemand anders wegjat. Ja. Alleen bij jou vind ik het niet erg. Ja, ik wou net zeggen, het gebeurt je wel vaker, hè? Ja, maar meestal doe ik het niet eens expres. Hij zit niet mee.
Hij wil wel, maar dan wil hij in één keer op je neus. Oh god. Bliep. God, bliep. Heeft niks mee te maken. Nee. Het is de spaghetti monster die even zijn noedel in mijn oor duwt. Het is echt gewoon eigen doepen. Kijk eens. Dat monster komt uit de Goldar hoor. Nou ja, wat het is, ik zag het tryhard zag ik niet. Ik zag Dylan wel en ik wou wegdraaien. Ja, eigen doelpunt, hè. Voel ik me altijd zo lullig om als iemand zo hard speelt en dan weer een eigen doelpunt maken. Ja. Ik heb met Dylan normaal gesproken. Ja, je hebt 5 kijkers ineens. Welkom tot misschien. Ik. Ja, jij. Ik zie er maar 3, dus... Vijf, bij mij? Ja. Oké, nou welkom. Iedereen is welkom. Oh nee, ik wou... Oh mijn god. Ah nee, kijk wat er gebeurde. Ik denk, ik blijf staan. De zweet van de... Ik denk, hij komt naar mij toe. Ik blijf staan. Ja. Ik kom je hem net naast. Ik denk, hij gaat achter jou. Dus ik wil eigenlijk die hoek bedekken. Gewoon bedekken. Afdekken. En ja, dan gaat hij gewoon er per ongeluk in. Maar dadelijk spelen we gewoon weer 2 tegen 2. Dan zie je in één keer hele andere situaties ontstaan. Ja. Ik ga aan de kant. Was een mooie kans voor een aerial die ik niet nam. Ja, raakt die bal mijn auto. Van huis. Ik vind nog steeds een vreemd verhaal van de straks van Beki. Met zijn party van 677. Ja, maar jij zegt ook dat ik heel veel kijkers heb en ik zie er niemand. Ik heb er echt 5 staan bij mij. Mooi safe. Geen safe. Nee, geen safe. Ja. Niemand mag mijn replay kijken. Dat was bijna weer een eigen doelpunt, jongens. Het is ook gewoon ongelooflijk, die wedstrijd. Kun je er spaghetti van maken of moeten we weer de ambulance bellen, Dylan? Oh, jammer. Ik raakte hem niet goed. Ik begin wel steeds beter te worden, merk ik. Ja, nee, dat is goed. Niks voor je te verontschuldigen, tryhard. Eigen doelpunt. Dus, jij speelt zo'n 10 keer beter dan ons. Ja, nee, maar de bescheidenheid zit goed bij hem, dus daar ben ik blij mee. Je kan ook bepaalde finale fantasieën fans hebben. Ja. Ja, nee, ik ben de beste speler van de hele wereld. Het is jullie schuld dat we verliezen. Ja, geweldig. Even kijken, ik ga wel door als het mag van jullie. Ja, tuurlijk. Mag best. Joh, ik wil wel dat je je andere account warm maakt. Ja. Ik wil wel winnen van noobs, ja. Pak hem. Hele mooie bal. Als je hem... Oh, Dylan. Hé hey joh, wat is dit? Ik hoor je geflipperkast. Zag je dat? Ja. En dan rolt hij onder je door. Nee, maar het is natuurlijk al bijna 1 uur. Mensen moeten morgen werken, normaal. Ik ga wel op mijn smurf als je... Ja, dat is goed toch? We hebben alle tijd. Willen moeten wel even
even vrije tijd maken voor ons, dan, dan moet hij ook weer toevoegen, denk ik. Wat? Nou, we gaan, hij wil op zijn smurf. Smurf? Ja, zijn dummy. Zodat we een keertje normale wedstrijden krijgen en niet tegen vier diamonds. Oh. Cashmode bedoel je? Nee, andere account. Kijk, weet je wat het is, als je tegen drie diamonds speelt of drie champs, dan hebben we er moeite mee. Oh, hij zei, misschien ga ik nog wel even door als het mag van jullie. Ja. Natuurlijk. Ik zal mijn epic zal ik nog even een keer daarin delen. Ja, we moeten even naar main menu gaan, Dylan. Ja, 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 Hammercat left the menu. Nee, ik heb besloten dat... Cancel. Ja, ik heb niks lopen. Oh, je zit hier in mijn chat. Ah, kijk, ik doe even een refresh. Kijk wat het verschil is. Behalve kleurtjes. Trouwens, dit is een heel mooi moment om toch even te laten zien dat ik een Be Right Back menu'tje heb. Ik ga even een kleine break houden. Ik ben binnen 2 minuten terug. Ja, daar ben ik weer. Ben je daar ook nog, Dylan? Zo te horen is Dylan. Even pauze houden.
Even laten zien dat de Hammercat ook aanwezig is in Dylan's chat. Oké, ja, ik zie het inderdaad. Ik ben weer terug. Is Rick er ook alweer? Nee, ik ben er gewoon. Oké, ja, ik had even een kleine mini-break. Facecam back en daar zijn we weer! Beta, beta. Bessa. Lorenzo Pro. Hij heeft mij even een vriendenrequest gestuurd. Dat is mooi, Lorenzo Pro. Ik heb je gelijk geaccepteerd. Dylan, kun je hem even toevoegen in Happening? Ja. Ja, mijn jongen staat maar gewoon te wachten op ons. Dit tijdstip. Ja. Dan ga ik even kijken of ik toch een andere auto wil pakken, want... Ja, toch wel? Ja. Oké, we kunnen even wachten. Wil jij een andere auto pakken misschien? Lorenzo, denk ik dan. Tryhard. Hoi, hoi, Rick Hammercat. Welkom in mijn chat. Zo. Even de namen wisselen van mijn carsets. Om me te irriteren dat ze allemaal nog niet op naam waren. Wauw. Is dit mijn favoriete auto dan? Denk het. 200 wins. Huh. Nee, dat tryhard. Ik zag dat je zelf ook streamt. Wat voor video stream je? Want ik zag dat het al wel even geleden was dat je gestreamd had. Nou, kijk, die speelde ook met X-Defon. Ah, dit is echt lekkere muziek. Ja. Jij hebt die muziek niet, hè? Ik heb ook andere muziek. Ja, ik ook wel. Ik vind het wel lach. Ik heb hier van 300 wins met mijn pumpkin op mijn hoofd. Zullen we weer gaan spelen dan? Nee, ja. Ah, oké. Okay. Het is de Day of the Tentacle, is dat paarse ding. Oh. Ja, competitive kan dan gewoon. Ah, oké, okay, je bent pas 15. Nou, dan dat maakt het niet uit. Als je het leuk vindt om te doen, lekker doen. Ja, je bent altijd welkom. En als je advies nodig hebt voor gamen, nou, dan hoeven we je niet te geven, denk ik, met Rocket League. Nee, Rocket League niet. En mocht je andere games willen spelen of dergelijke. Niet verslaafd raken aan spelling. Anders zit je in één keer op vakantie met trillende handen. Ja, Italië toch? Oké, wie gaat er eerst? Ja, laten we Lorenzo eerst. Oh. Ja, we gaat Rick eerst. Dichtst op zijn was eerst toch? Oeh, deze map doet zeer aan mijn ogen. Dat is het helemaal vergeten. Zo vervelend in de map ook. Ah, bad. No. Spider-Man. Boom. Druk maar over. Nee, maar ja, wij spelen eigenlijk normaal gesproken alleen maar tot iets van 11:30. Maar Dylan heeft een speciale aangelegenheden vanavond blijkbaar.
En Het ergste is, ik niet eens. Je wordt gegijzeld in de planning. Het zal niet de eerste keer zijn hoor, dat je gegijzeld in de planning. Kijk maar. Yo. Er zat weer een deal in de weg. Even weer wennen aan een nieuwe auto. Mijn wenkbrauwen wilden niet bewegen. Je wenkbrauwen niet? Nee, ik heb ze wel nodig. Blok. Deze auto is een stuk behendiger, kan ik je vertellen. Oei. Maar Rick, daar kun je zien dat de nieuwe generatie van gamers nu al beter is dan ons. Ja, maar waarschijnlijk heeft hij ook 10.000 uur erin gezitten, dus... Hij is met een paplepel geboren met Rocket League in zijn handen. Zo, ik zei boom. Maar de bal ging wel de eerste kant op. Ik moet wel zeggen, ik ben wel een gamer sinds mijn vierde jaar. Ja. Ik ben echt opgegroeid met games. Nee, je bent opgegroeid met pixels op je beeldscherm. Ook. Ja, ik ben de generatie van de Super SNES en de Nintendo 64 eigenlijk. En ik ben degene die probeert te verkopen. Ook, ja. Ik heb liever, als je nog ergens een NES hebt liggen, geef me een belletje. Ik heb wel de Japanse NES. Ja, maar ik kan geen Japans. Dus, kun je ook Nederlands spel opspelen? Dia 3, wat is Dia 3? Dia 3. Is dat 3 jaar? Is dat 3 dagen? Dia 3. Dia is dag in hoe zeg je? Zo Chinees. Nee, in het Spaans. Nee. Oh joh, kom maar op. Papau. Ah joh. Papau. Nou. Diamond. Ja, een heel naar stuitertje. Diamond 3. Dat was minder erg dan Grand Champ. Ik vind het nog behoorlijk erg. Die zou maar zo goed zijn. Ben je daar ook een pro-gamer? Probeer je daar ook knaken mee te verdienen dan? Of doe je het voor de lol? Nou, gamen doe je altijd voor de lol. Want als je er geen plezier uit haalt, dan kun je het beter stoppen. Ja, eigenlijk wel. Maar tegenwoordig kan het niet, hè? Als je knaken verdient, dan... Oh, mis. Nee, moet jij wel eens opletten. Als ik op je naken vriend en ik heb er geen zin meer in, dan ben ik helemaal loezoe. Oh, hij ging gewoon mis. Ja. Want, het is ook alweer 1 uur gepasseerd, hè. Dus, dan worden ja, je bent nu scherp meer. De reflecties worden minder. Dan zou ik in één keer weer heel goed spelen met 2 versus 2, dus... Ja, dat zag ik vorige keer. Nou, toen speelde ik gewoon heel goed toen ik ziek was. Dat was echt belachelijk. Dat was in één keer de Secret Power unlocked of zo. Ja, een soort Jason Powers. Ik deed in één keer aerials. Ik maakte gewoon in één keer goals. Assists. Alles kwam gewoon tevoorschijn. Behalve deze 3 tegendoelpunten hier, maar... Ja, ze gaan met z'n tweeën, dat valt wel op met hun. Van
ooghoek naar de bal. Dus er staat echt één iemand links, staat echt één iemand rechts. Nou joh, smerig. Ik mis hem gewoon. Kijk dit. Oh, echt, really. Ik probeer hem really weg te gooien. En die kat, meneer. Die ik niet kijk. Snap ik. Nou, 5-0 in je maakt. Wat een prachtig iets. Ja, dit is wel het laatste potje. Ja, lijkt terecht. Terecht. Als we zo erg spelen, dan kunnen we beter gewoon. Je mag altijd nog even een commentaar komen leveren in de Discord. Ja, dat mag ook altijd. Nee, die arme jongen moet slapen. Hij moet zeker. Die beuken me alleen maar. Ja. Ja, nee. De kwaliteit is gezonken. Dus we gaan gewoon weer terug naar menu. En dan weer 2 tegen 2. Ja, dat we je alleen maar beuken is echt. Was niet de bedoeling, Lorenzo. Nee, ja, zeker als je morgen moet werken. Gelukkig heb ik dan dat niet. Maar donderdag zal wel even zwaar worden. Moet ik om 8 uur beginnen. En morgenavond heb ik exact hetzelfde als vannacht. Dus, yeah! Nou, dan gaan we gewoon weer 2 tegen 2 dillen. Ja. Ik ga niet al te laat maken. We zijn nu al 2,5 uur aan het streamen. Dus dadelijk. Ja, 12 of maximaal 2 uur. Ja, 12 uur, red je precies. Goed bezig. 2 uur dan nu. Dus dan maken we er 3 uurtjes van. Ja, thanks. Jij ook? Maar goed. Ik zie je volgende keer wel, Lorenzo. Je bent altijd welkom in de Discord server. Ik hoop dat je ons wel erg mag. Dat je nog een keer wil spelen met ons. Normaal gesproken beuken we minder. Ja, zou ik ook zeggen. Normaal gesproken beuk ik minder. Normaal gesproken raak ik meer ballen, maar dit tijdstip is ja, gewoon... Ja, raak jij meer ballen? Ja, ik heb nou wel 5 kijkers. Hallo kijkers, goeiedag. Welkom. Wij streamen in het Nederlands. If you don't understand Dutch... It's a little if bit... If you're not speaking Dutch, yeah, this will be unfortunately not stream for you. We're streaming in Dutch today and we are streaming this, so you don't miss anything. Nah, we're still playing bad, yeah, so even missing those balls, defending your own goal. Anyway, we're going further in Dutch. And, Nee. Hij draaide weg van de goal. Hou je het nog een beetje vol, Dylan? Ik wel. Mijn ogen vallen dicht. Half 4, hè? Ja, mijn ogen vallen dicht, dus het is echt... Ik ga morgen tot 12 uur uitslapen, kan ik je vertellen. Oh, echt? Maar tot 12 uur. Ja, en daarna ga ik naar de sportschool. Because you can't skip a gym day. Ja, gaat hij weer mis, hè? Komt ie? Waar sta jij? Je staat daar. Ach, onder jou. Ja, dat moet je niet doen. Ik ga de lucht in. Nee. Ja, mooi. Geen epic save. Geen epic save. Niet naar links toe gaan. Gewoon naar het midden toe. Kijk even boost halen. Nou, tik erin. Nice. Nice toe. Very nice. En then they were gone. Zo, dat waren Engelse kijkers waarschijnlijk. Ja, was dat een assist of niet eens meetellen? Niet eens meetellen. Nee. Je bent gewoon slecht. Dat was je tweede bal, hè? Oh, kijk. Nee, jij zegt niks. Trage kanarie. Hoeveel trage kanarie? Jij let niet op. Ik heb geen camera ogen. Jij moet gewoon een 360 kunnen maken met je ogen. Nou, doe me niet, hè.
Ja, je moet even een reactie verwijderen op Twitch. Dan? Wanna be famous by followers. Hoe kan je reacties verwijderen? Op gaan staan en verwijderen. Doet hij niet. Ben je dan moderator van je eigen kanaal dan? Ja, maar er zit ook eens zo'n... Zo'n vieze... Ja, verwijder ook een moderator. Ik heb me verbanden. Ik heb me verbanden, ik heb hem niet verwijderd. Ik moet jou trouwens ook nog gewoon een moderator maken, man. Ja, dat is wel makkelijk. Kan Dylan. Nee. Ik weet ook niet waar die vandaan kwam, maar... Oh, goedenavond. Goedenavond natuurlijk. Kun je meedoen. Hè? Huh? Ik zal zo meteen even mijn link in de... Dus, of mijn Epic naam in... Ja, de chat gooien, maar mijn Epic naam is DJ Linterlo. Dan zul je zo meteen dan wel zien, mocht je niet weten hoe je het schrijft. Dylan! Wat ben je aan het doen, joh? Ja, iets doms. Ja, nee, dat zie ik. Zo, dit is mijn Epic naam en dan heb ik ook nog mijn Discord server, die staat hierboven. Kun je daarin komen en dan kun je ons joinen in het gesprek. Ik heb trouwens die mod icons aangezet nu, dan kan ik de berichten gewoon instant deleten. Er staat gewoon nou een prullenbakje en een kruisje en een rondje en alle andere tekentjes naast het bericht. Het is vrij lelijk. Dus misschien dat ik hem dadelijk wel weer eraf haal. Eigenlijk wat? Zoals nu. Ik denk dat ik hem gewoon weghaal, want ik vind hem echt niet te doen. Nee, vind je het niet te doen? Nee. Zo, ik dacht dat hij naar voren kwam. Mijn fout. Je chat ook loskoppelen, jong. Hoe kan dat? Ja, dan kun je hem gewoon ergens anders zetten in je scherm. Hey, maar beweeg je niet meer? Ik wel. Nou, waar was je dan? Kijk, eigenlijk... Ik ga het voorbereiden. Zo, mooi. Hij houdt hem tegen. Ik heb geen boost. Oh, zit een hammercats in de Discord? Dat kan ook. Dan moeten we alleen heel even naar zijn Discord toe. Daar zitten wij namelijk momenteel niet. Deze zit wel in jouw Discord. Dus daarin... Oh, mij wij zo. Even 1 minuut afwachten. Ja. Ik wil winnen, Dylan. Kom op. Dylan. Hou je snavel, want ik ga winnen. Ik weet dat je... Ja, dat merken, Dylan. Ik weet dat je van fans heel erg blij wordt, maar... Dat betekent niet dat je moet verliezen. Ik ga direct naar jouw server toe. Direct dan? Wat een rust. Gewoon op afstand blokken zo. Lekker in mijn eentje. Lekker die rust, man. Heb ik wel gemist, die 5-jarige rust. Oh.
Kan die een doelpunt maken? Ja, dat maakt hij. Nou, dan ga ik ook maar weer terug naar mijn eigen server. Want dat zie je echt gezellig, jongens. Echt op en top, Lorenzo. Wat? Zit hij? Ooit. Goedenavond, daar is Rick ook weer. Welkom in de verliezende wedstrijd. 3-6. Ga je wel even wat harder zetten, want ik hoor je niet. Ja, ik heb een hele zachte mic. Of een hele zachte. Ik praat hem zelf wel zacht, maar... Ja, dat is ook wel laat, hè. Dat gebeurt vanzelf. Kijk, ik schreeuw gewoon de hele buren wakker. Dan krijg ik vanzelf wel weer een berichtje. Ja. Ja, gelukkig voor hem. Dat scheelt een hele hoop. Nou, laatste seconde tegen de laatste seconde. Maar jij zit bij Dylan. Te reageren, oké, en ik ben hier, oké, nee, dat is goed toch? Ik geef even een likeje. Zo, ik allemaal een follow. Want je zat al bij Hammercat in de server, of ben je net gejoined? Ik ben net gejoind. Oh, nou ja, dat, ja, we hebben beide een server. Ja, die van mij is vooral voor het streamen en ja, Hammercat gebruikt hem voor... Ja, waarvoor gebruik je hem eigenlijk? Niet. Nee. Nee, dat is onzin natuurlijk. Freerun Sam. Ah, freerunner zo te zien? Ja, heel lang gedaan inderdaad. Klopt. Nog steeds of dat niet meer? Nee, dat niet meer. Ik ben nu vooral bezig met voetbal. En, nou, als je het leuk vindt. Ja, ik doe het gewoon soms met vrienden. Meer niet eigenlijk. Ja, dan moet je toch zeker lekker blijven doen als je blij van wordt. Maar die zijn die nieuw in de publiek of? Ja, nieuw. Wat is nieuw? Ik Ik ben gewoon vreselijk slecht. Dat is alles. Ja, zoiets. We spelen wel tegen een hoop goede spelers. Ja, wij zijn zelf dan ergens tussen zilver en goud in. Komt goed, we zijn wel goed, dus let op. Deze mensen zijn platinum en diamond, zie ik. Jij speelt vaker zo te horen? Ja, ik speel er redelijk vaak. Ja, ik ook, maar ik ben nog steeds. Oh, nice. Ja, we proberen wel elke week minimaal 2 keer, 3 keer te spelen hoor, en te streamen. Streamen vooral, want spelen lukt me wel. Ook wel meer ook. Ik ga hem nog iets harder zetten. Ja, het staat maar 200% en 100% op Discord, dus... Ja, we komen er wel aan. Dat is niet erg. Maar hoe heb je ons gevonden? Zag je ons toevallig live, of...? Ja, ik ga meestal gewoon op dit tijd, dit ga ik gewoon meestal op iets kijken. Dan zie ik eigenlijk altijd wel gewoon die online is. Oh, net mis! Oh, dat voelde slecht. Hij ging echt over me heen, terwijl ik al onderweg was. Ja. Yeah. Kijk. Zo, ik zit nou nu wel even iets achter rek en pot. Zo. Ja, hij doet nog steeds rek en pot en niet ikkie. Nee, bij mij heet je nog steeds gewoon rek en pot. Nou, even aanpassen. Of is dat ook? Open goal, ik mis hem. En gelijk de counter terug. Maar je speelt voetbal, ben jij een veldspeler of ben jij keeper? Nee, ik ben een veldspeler, ik speel op het veld. Oh, een hoop op en neer gerend, net zoals wij met deze auto doen. Jazeker. Dat is ook het enige wat heel het veld over gaat. De auto's bij ons. Nee, ik heb wel gevoetbald. Al jaren geleden. Ik heb in mijn hele carrière maar 1 goal gemaakt. Ja, dat was in de 3e helft. Ja, nee. Dat was tijdens een training. Binnen de 5 meter. En nog bijna missen. Ja, nee, ik maakte hem wel mooi. Waren de gasten niet zo blij mee en 2 tellen later lag de knieën in de middenrif. Oeh ja, die is lekker inderdaad.
Ja, waren van die typische spelers die niet tegen een verlies kunnen. Zit er helaas weer bij. Ja, en dan speel je tegen een eigen potje, tegen je eigen team gaan uit. Ik vond het heel mooi. Hoeveel uur heb jij in deze, in deze Aerial zitten? redelijk veel. Wij, hè? Ja, wij zijn er ook mee bezig, alleen krijg ik het nog niet echt voor elkaar. Ik speel het al, denk ik, sinds 2016. En je bent nou 30? Nee, ik ben nu 18. Het valt nog mee. Oh, wegwerken. Oh, ja. Nee, wat is er flat washed? Wat? Jouw status is flat washed. Ja, dat is meer iets van vrienden van mij. We hebben vroeger heel veel gespeeld op de team. En toen zijn we denk ik geëindigd op de platinum. En we noemen ons eigenlijk allemaal gewoon flat washed. Dat betekent zeg maar dat je eerst heel goed was en dat je nu een beetje matig bent. Oké, maar dat is hetzelfde als bij ons de Human Highlight. Ja, klopt. Kun je dat zelf aanzetten? Dat zijn player tags. Dan kan je eens maar een kleine player tag. Oh, jammer. Ja. Yeah. Dat geeft een klein smelletje aan de game. Poging 2? Ook weer niet. Maar je was dus ooit goed? In principe, toen ik stopte was ik slechter dan nu. Ik heb de reden daarvoor geen idee. Meer rust. Waarschijnlijk. Oh, wow. Hey, Marquette. Ja, hou hem, hou hem, hou hem. Maar geen idee, dat... Maar jij zit meestal gewoon rond dit tijdstip, je hebt zoiets van, ja, wie is nog online, waar ga ik meedoen? Ja, ik zit nu in 6 VO, dus zoveel tijd heb ik niet meer. Maar, gewoon af en toe, of zo. Kan iemand zo vanaf het middenveld erin tikken? Nou, wat wordt het leuk vinden, morgenavond zijn we er weer om 8 uur op klikken. Ja, kan ook wel. Ja, toch wel morgenavond. Ja, morgenavond is woensdag, hè. Oh. Ik had niet gezien dat hij daar was tot het te laat was. Dat is een beetje het nadeel van deze veld. Als je net boven het oranje gaat zitten, dan krijg je een beetje dat artifact lag. Ja. Dan zie je alleen de naam, maar niet de auto. Nee, wij spelen meestal wel tussen 8 en 11. Meestal. Ben je weer student, werk je fulltime? Maar... Ik heb nu een bij mijn rol gezien in Amsterdam. Ik woon op mezelf in Amsterdam in de Vijf. Ja, ik werk niet bij het Holland Casino. En ik zit wel nog op de middelbare school. Helaas. Maar, je werkt oké, je bent 18, je werkt bij Holland Casino, maar wel op een middelbare. Dat doe je op zich best goed. Oeh. Ja. Ik verdien het redelijk aardig, ik werk als croupier. En Ik wil school afmaken en dan. Waarschijnlijk studeren in Amsterdam ook gewoon. Nou, ideaal. Ja, dat. En wat wil je gaan doen? Goeie vraag. Waarschijnlijk fiscale rechten. Ah. Oeh, op zich best een hele interessante ontwikkeling. Ja, en dan. En dan is de vraag. En daarna geen idee. Gewoon een beetje wat op mijn pad komt. Welke connecties ik opbouw en. Inderdaad, gewoon een beetje uitzoeken. Ja. Denk ik. Ja, en dat is net wat je tegenkomt natuurlijk. Ja. Nee, dat zo ben ik zelf, weet niet hoe ik erop ben gekomen. Ben ik nu zelf via iets Japans aan het leren. Heb ook een hoop interessante, zowel onder ik ontmoet.
Ja, Rick dan niet direct door het Japans, maar... Via. IT gerelateerd en... doe ik eigenlijk niet. Ik doe alles met muziek, audio, technologie. Ik ben zelf gewoon allround DJ en ik kan in principe alles draaien. Producer? Ik draai ook eigenlijk alles, wat afhankelijk van wat er nodig is bij het feestje. Ik wil zelf echt het liefst nog in het licht en geluid gaan. Oké. En dan ook nog een droom voor wat je wil gaan doen ermee? Echt gewoon licht en geluid, dus kijken of ik gewoon artiesten kan ondersteunen in het voorzien van het geluid. Dus niet per se te zeggen van ja, die artiest wil ik begeleiden of iets, gewoon ik wil het geluid doen. Ja. Dan blijf ik wel lekker bezig en dan komt het vanzelf op mijn bad inderdaad. Dat is zeker een hele mooie instelling. Vooral als je deze balletjes niet erin willen gaan, kom op. Ik moet zeggen, ik zit ook wel eens mee te kijken, gewoon naar een Rocket League stream te kijken, maar als ik zo iedereen zie die reageert bij ons, dan heb ik echt zoiets van, ik ga me niet reageren, want dat komt niet goed. Ik reageer alleen maar mensen die echt gewoon high level spelen. Ja, goede vraag. Ja, het is natuurlijk... Sinds dat free-to-play uit is, nu denk ik een tijdje. En mensen hebben natuurlijk redelijk goed kunnen vormen wat ze, hoe goed ze zijn. En daar, helaas is daar ook een hele toxic community bij gekomen. Ja. Ja, dat hoorde ik al, ja. Dat het vanuit Diamond eigenlijk al niet leuk meer was. Maar dat, Ik kan er zeker in komen, inderdaad. Van die bumperklevende spelers die zijn eigenlijk wel te goed zijn. Ja, ze schatten zich 5 ranks te hoog in. En aan de ene kant, ik zit nu rond champion 1 of 2. Mm-hmm. Dat is niet veel beter eigenlijk. Het is nog steeds heel erg toxic, maar ik speel vaak gewoon voor de lol en dan de rank later. Ja, dat moet je ook blijven doen. Al zou ik zo goed zijn, dan zou ik persoonlijk... Ik zou er niet tegen kunnen om anderen zo te behandelen als die toxic community. Oh. Ja, het allerleukste vind ik zeg maar tegen toxic mensen spelen. En dan winnen. En dan winnen, heerlijk gevoel. Ja, dat sowieso. Dat is een heel lekker gevoel. Ah, schot op doel. Dan geef ze het gevoel dat hij zit. Nice. Dan naaien ze je daarna net. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb veel games gespeeld, maar Rocket League is toch echt wel, je krijgt er heel veel voor, heel veel oefenen. Gelukkig krijg je er ook een hele hoop voor terug, bijvoorbeeld, inderdaad zo'n bal als net, daar oefen je dan echt veel op. Maar dan op een gegeven moment kan je ze vaak raken, en dan wordt het spel eigenlijk steeds simpeler. Ja, dat is inderdaad wel nodig, heel veel oefenen. Net zoals die, heerlijk. Die goed kan raken. Nou, ik zit vooral met timing issues af en toe met flippen. Dat is nog wel eens, dan raak je de bal net wel. En als je hem raakt, dan raak je met je kont. En dan gaat hij echt totaal de andere kant op de plaat vooruit. Ja, dat is inderdaad puur dan voor de game spelen en meer. Ja, hoe dat in voetbal zit, echt een balgevoel creëren. Ja. Maar ja, dat komt natuurlijk ook bakken met tijd. Oeh. Ah, jammer. Wel vet dit. We hebben de kijkers ook weer wat te beleven qua effect. Ja. Wel gaaf, man. Nou, ik ben echt meer een casual speler in Rocket League. Ik vind het leuk. Ik speel bijna elke dag nu met Dylan. We spelen redelijk veel. Ja. Doe eens gewoon elke dag een uurtje en dan gewoon gezellig hebben. Stream is maar meer erbij. Ja, maar dat is het ook.
in spellen zoals Rogue League merk je gewoon dat heel veel mensen op een gegeven moment zijn ze er klaar mee. En dat is natuurlijk zonde, want ik ben toch echt wel een van de meest diverse games die er is. Ja. Hoewel alles zo standaard lijkt, kan je er zoveel, je kan veel kanten op en je merkt echt dat je beter wordt. Bijvoorbeeld anderhalve maand geleden had je echt bijvoorbeeld moeite met sommige dingen of tegen bepaalde rank spelen en dat nu heb je dat bijvoorbeeld minder. Ja, maar dat zei ik net in de stream ook al tegen Dylan van ik heb niet het gevoel dat we meer brons zijn, dat je echt elke bal mist, bij wijze van spreken. Dus nou komt het wel steeds meer tot schieters raken, zeg maar. Ja, dat. Het enige wat bij mij echt een probleem is, ik ben heel erg slecht met aerials. Ik ben meer een ground speler. Zelfs dan is het nog echt hoe mijn humeur staat en hoe mijn handen werken vandaag. Zeg je heel eerlijk, pas vanaf Diamond ga je. Vanaf Platinum ga je merken dat aerials echt belangrijk worden. Tot die tijd kan je makkelijk overweg met ground is. Ja, als je de bal raakt en kan scoren dan wel. We hebben een term, heel toevallig, dat heet een casinobal. Dat is een bal die continu bij de lat blijft plakken en nog niet erin wil gaan. Behalve als je in één keer uit het niets de verkeerde beweging maakt, zeg maar. Weg wil rijden. Hele accurate term. Zeg ze even zo'n bal die, die gaat er normaal gesproken niet in, zeg maar. Ja, jammer, 2-3. Nou. Nee. Oh. Ah! Jammer. Good game. Vreemd. Kijk, werkt mijn geluid nou niet? Even zoeken. Ja, dat is Diamond. Hè? Ik ben weer gedegradeerd elke keer naar Silver. Ja, kan gebeuren. Ik ben nog steeds brons. Maar we gaan gewoon lekker genieten. Dat is het belangrijkste. Ja. Maar stream je ook dan? Nee, ik doe eigenlijk helemaal niks met streamen. Puur omdat ik. Veel. Vaak heb ik door de week druk met bepaalde opdrachten en zo. En gewoon qua school. En ik ben eigenlijk echt een late night gamer meestal. Oké. En aan de ene kant zou ik het wel leuk vinden, want ik heb op zich een computer et cetera voor. Maar ik weet niet. Het is eigenlijk nooit echt gedacht van. Nee, oké. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je bent nou in elk geval live op de stream, dus. Oh ja, dat doe ik dan wel weer vaak. Ik ben wel vaak gewoon met mensen. Ja. Nou ja, mocht je ooit willen streamen en zo vanuit jezelf met ons, dan ben je gewoon welkom. En als je alleen als passagier of commentator wil zijn, is het ook goed hoor. Ja, maar jij speelt meerdere spellen of? Veel gespeeld. Moment dus niet. Nee, ik ben eigenlijk altijd wel gewoon een tijdje met een game bezig. En ik hoop. Steeds gewoon een tijdje één game speelt en dan wanneer ik er klaar mee ben dan switch je naar een andere game. En dat ik heb een paar games in rolering en zo kom ik uiteindelijk wel weer terug bij de games die ik heb gespeeld. Welke games heb je nu in rolering? Alle Black Ops. Valorant, veel shooters ook. FIFA doe ik meestal aan het begin van het spel uitkomt. FIFA 22 toevallig? Ja, zeker. Ook op PC of? Nee, dat speel ik op PlayStation. Helaas, ja. Jij kan het dus tegen hem spelen. Ja, dat maakt hij me helemaal in. Dus speel ik dan met FC Twente tegen Ajax of zo. Nee. Ja, en Juventus tegen PSV. Ja, PAX Volley. Ja, tegen PAX Volley, ja. Of NAC. Ja, ik speel nu als een van de slechtste clubs in de divisie 4 in Engeland.
En dan probeer ik gewoon een beetje langzaam omhoog te klimmen en zo. Als het niet werkt, kan ik altijd nog voor Feyenoord spelen en zo. Ja, oké, maar dan. Je zegt dat het niet werkt. Ja. Dan kies je Feyenoord, ja. Hoeveel prijzen heb je gewonnen afgelopen jaar? Waar nou mee werkt, dat blijft een echte Ajax niet helaas hier. Ja, nou ja, ik volg helemaal geen voetbal, dus ik heb Willem II gekozen in de FIFA 22, omdat dat dus de stad is of de club waar ik woon. Maar voor de rest zou ik het niet weten. Ja, ik wil wel best wel de club kiezen aan mijn stad, hoor, maar ze zijn weer niet gepromoveerd. Waar ik wil hebben dan? ADO. Oh, Den Haag. Dat is een beetje een dramatisch geval inderdaad. Ja, dat is... Ja, Willem II dan niet. Ja, ik weet niet, met Willem II heb ik altijd wel goed gevoel gehad. Zelfs als Heracles. Ik kijk voetbal. Ik ben een Feyenoord supporter uit Den Haag. Dat is nog erger. Maar ja, ik kijk ook naar Heracles. Ja, always choose the winner, the winning team, hè. Ja, nee, maar ik kijk voetbal voor het plezier. Dus als ik kijk altijd voetbal voor de vechtpartijen met het balletje in het midden. Maar is altijd heel gezellig, maar nee, het is niks voor mij. Ik moet wel zeggen, ik heb het wel moeilijk hoor. Heracles gedegradeerd, ADO niet gepromoveerd. Wat heb je nog meer? Willem II weg, dacht ik. Niet? Ik dacht dat ze juist weer gepromoveerd waren en weer gedegradeerd. En... Moet ik even kijken. Ging hard. Mooi. Nou heb ik de Ajax Sport hier bang gemaakt. geen zorgen. Nee, hij heeft nogal veel geluk, hè? Hij werkt in het casino. Ja, dat wel. Ik moet toch zeggen, maak in het casino tegenwoordig een hoofd mee. Ik werk er nog niet heel lang, maar je maakt genoeg mee. Ja, veel mensen die goed geld weten. Dankzij. Toch wel? Ja, zeker. Ja, je hoort altijd dat casino's eigenlijk niks anders doen dan mensen geld afkorrelen. Oh, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat, laten we zeggen, het geld wat ik heb gewonnen bij mensen, is denk ik 5 keer zoveel dat mensen bij mij hebben. Ja, dat. Het enige ding is, als je wint, dan pak je meestal wel gewoon veel, ja. Ja, het is in principe 1 op de 5 kans dat mensen bij mij echt wel een grote smak met geld pakken. Ja, oké. Als je wint, meteen weggaan. Want binnen dat is een beetje het probleem altijd. Ja, dat is zeker beter het probleem. Ja, ik gok sowieso niet. Ja, ik doe aandelen, maar mensen noemen dat ook gokken. Maar dat is absoluut geen gokken. Daar ben ik het niet mee eens, inderdaad. Nee, ik doe zowel aandelen als crypto, als eigenlijk alles wat met geld te maken heeft. Ik heb alleen nog geen vastgoed, maar daar wil ik binnen een aantal jaren een verandering in brengen. Ja, je hebt wel witgoed. Ja, ik werk bij bol.com bij witgoed. Oh, sorry. Nee, sorry. Ach, we hebben gewonnen. Nee, ik ben wel iemand... ik gok niet zo vaak. Ik heb wel verhalen dat ik gewoon aan zo'n spelautomaat sta en dan gewoon met een tientje erheen ga en €30 wint. En dan mensen om me heen hun tientje opgemaakt hebben, voor mij weer een tientje krijgen, weer opmaken en ik gewoon elke keer blijf winnen. Op een gegeven moment Rick, jij bent echt een persoon, jij wint geld, dan geeft het een ander om te verrokken. Ja, en dan volgens weer mijn eigen geld terug te verdienen, dat is belachelijk. Ja. Vraag maar aan Erwin, die was met Kilian, was die wees schokken van mijn gewonnen geld. Hun waren op een gegeven moment denk ik €20. €30 per man kwijt en ik ging gewoon naar huis met een tientje winst van die €30 die ze weg hebben gespeeld, weet je, dat is het ding. Ja, nee, maar het lijkt wel grappig om dat een keer te doen, maar ja, ik maar helemaal naar een casino te gaan om voor een tientje weg te spelen, vind ik ook niet. Ja, naar casino is meestal grotere bedragen. Ja, daarom. Daar heb je niet van die gokmachines waar je 50 cent dikker gooit. Nee, ja, tientjes gingen erin. Maar het was in munt elke keer. Ja.
Nee, je kan beter op vakantie gaan, dan heb je er wat aan. Ja, dat ga ik ook doen binnenkort. Ja, dat weet ik. Van mijn aandelengeld. Nee, maar dat is gewoon heel erg lastig tegenwoordig. Want wat is nou nog wel goed en wat niet? Maar zolang jij blij bent met je werk, moet je lekker blijven doen. Ja, ik moet zeggen, voor een student verdien ik aardig veel. Dus, dat snap ik. Ik woon op mezelf. Oh, nou, in Amsterdam. Ja, ook zelfs. Zo, dat doe je heel goed dan. Ja, ik verdien wel waarschijnlijk als ik ga studeren, moet er wel een duootje wel handig zijn. Ja, gewoon een duootje nemen, vol in de aandelen steken en winst trekken. Ik ben, ik geef al wel even wat mee als melding, ik ben geen financieel adviseur. Val ik dat advies niet op? Als je alleen naar de AEX gaat, met je duo lenen, dan kom je uiteindelijk. Dan ga je dan finaal fout. Ik zou gewoon lekker investeren in de S&P 500, in de VWRL, BUSA. Die gozer is daar helemaal overspannen. Ja, nou, ik zit zelf niet in de ETF's. Nou, kom op. Ik zit zelf in de dividend. Ik wil gewoon scoren, ja. Rustig gaan. Maar, Tijd voor een video. Het begint nu ook langzaam. Ik zit nu, denk ik, een jaar of 4. Begint nu eindelijk aan te tikken. Ja, ik heb nog geen 100 euro per maand natuurlijk, want zoiets duurt zo'n 20 jaar. Maar, 100 euro, dat zou wel moeten lukken. Maar je moet niet, je moet geen wonderen verwachten in een jaar tijd met die aanpak die ik doe. Ik heb het echt over lange 20, 30, 40 jaar misschien wel. Ja, voor nu wil ik eigenlijk inderdaad zoveel mogelijk sparen op de waarde. En dan ga je op jezelf wonen in Amsterdam? Nee, dat doe ik sowieso wel. Ja, maar dat bedoel ik. En dan moet je zoveel mogelijk sparen. Die combi die... Oh ja, dat sowieso. Ja, die combo is nou niet echt waar ik aan denk met Amsterdam en wonen. En sparen vooral. Ik moet zeggen, ik heb redelijk veel goed gehad. Ja, maar dat moet je ook van hebben. Mijn moeder heeft een huis wat eigenlijk bestond uit twee wat kleinere huizen. Dus ideaal. Het enige nadeel ervan, mijn moeder is mijn moeder. Dat heb ik niet meer over. Dat zit toch wel, dat is denk ik ook wel een voordeel. Een oud vriendin van mij had dat ook in de tweede Jan Steenstraat. De vader woonde ernaast. Dan zegt ze, hoi, goedemorgen, tijd voor koffie. Zelfs nog erger. Maar ja, ik woon liever met mijn moeder als kinderbuurvrouw en dan 600 euro per maand minder betalen. Dan dat je gekke mensen hebt met een heel huis vol met 20 polen. En ook nog even 600 euro erbij extra lappen. Ja, ik ken het. Het zal zijn, ik denk 55 vierkante meter voor mezelf. Badkamertje apart, kleding, gewoon een slaapkamer met alles erbij. Dan denk ik wel een goede. 40 vierkante meter. Daarin versla ik je nog wel. Maar ja, betaal je 200 euro per maand is de vraag. Nee, ja, dan niet. Ik betaal iets meer. Ja, zelfs ik betaal iets meer. Ja, maar je hebt gewoon een eigen huis gekocht. Oké. Maar dat is nog het mooiste. Ik woon dus ook nog steeds met mijn ouders. Kom op. Oh, is dat geen safe? Nee, kom. Ik kan niet 3 keer de bal redden, jongens. Kijk dan, 1, 2. Ah, geen zorgen, dit is wel, joh. Nee, ik woon op 55 vierkante meter. Ik heb wel een balkon, 2 hoog. Ik heb nou een kroeg aan huis. Ik kom in het weekend heel je kroeg leeg uit. Ja, alle alcohol die er ligt, dat is niet veel. Ja, dat is heel makkelijk, ik drink niet. Ja. Dus, nee, daarom. Moet gewoon nog steeds. Alle alcohol in. Alcohol is slecht voor je. Het is zeker niet slecht. Ja, het is slecht. Maar alles met mate. Ja, met mate. Dus ik neem even 20 man mee naar je. Ja, die feestjes heb ik al genoeg gehad, zo gek.
Nee, ik heb van die loungebankjes in mijn bijkamer staan. Een ronde cafétafeltje met een leuk hangend bruin café-lamp. Een beetje zoals een café in een gemiddelde Amsterdamse kroeg, weet je zoiets. Dat klinkt helemaal prima. Ja. Ik tik hem net te ver weg, te laat weg. Ja. Ik heb ook gewoon zo'n hele dikke bruin gordijnen die naar beneden hangen. Zo'n rolgordijn. Leuk man. Ik mis nou alleen nog de ledlampjes en ja, een beetje de typische dingen. Het enige nadeel is, ook bij mij wordt er niet meer binnen gerookt. Dus de asbakken staan er nog wel, maar die worden niet gebruikt. Ja, ik rook door niet, dus. Nee, jij niet. Want, als je afvraagt waarom staan de asbakken nog, ik ben gestopt met roken, maar ik vind ze zonde om weg te doen. Ja, wat voor asbakken zijn het dan? Het zijn soepkommen. Wat? Dit is even een nieuw nieuwtje voor mij, hoor. Ik heb van die zilveren soepkommen, ja. We gaan even iets heel cools doen voor het hè. En ga je scoren? Maar het zijn zilveren soepkommen, maar ja, ik heb ze altijd gebruikt als asbak. Ik heb zelf ook nog originele café asbak dingen liggen. Ja, maar... ja, trouwens, die heb ik ooit van mijn vader ooit een keer mee. Maar dit is wel uniek. Hou hem. Het lang is weer. Ja. En voor de rest staat nu een grote witte tafel daar, omdat ik D&D speel. Oké. Dungeons & Dragons, voor de mensen die dat niet snappen. Ja. En mijn eigen computer staat er nou, omdat mijn airco er ook staat. Top en handig, een airco. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik ben heel erg 10 seconden iemand helpen met geluid, want ik hoorde dat er geen geluid was. Dat is heel erg handig. En voor de rest, ik zit nou in de woonkamer. Want die luxe heb ik. Ik heb 2 PC's. En ik speel couch gaming gewoon in de woonkamer. Lekker bank erbij, poot op tafel, tv recht voor je neus, achterover leunen en spelen. En voor de rest is het gewoon vermaak. Oké, de match has concluded. Ja joh. Oké. Oh, heel even kijken, mijn internet is eruit. Oh, wacht er nog even. Oh ja, ik dacht al, hij is in één keer pleiten. Ik denk, oh. Ja. Was, ja. Kieren Sam, Galaxy Sam, zoiets. Ja, ik zie nou pas een berichtje in jouw happening. Nou moet ik ook wel heel eerlijk zeggen, het is nou bijna 2 uur. Ja, ik ga over 10 minuutjes ga ik stoppen. Ja, dus, dan moet ik doen wat ik moet doen. En het is misschien al bijna 2 uur en we zitten al bijna 3 uur te streamen. Ja, die video moet op YouTube komen. Ik zet hem er gewoon in één keer in, hoor. En als niemand hem helemaal kijkt, ja, dan kijkt niemand hem helemaal. Ja, nee, daarom. Maar het is wel even 3 uur uploaden. Ja, hey, Daryl die zou zeggen, we maken hem in 6 stukken, dan heb je meer upload. Ja, weet je wat trouwens ook is? Ik moet wel binnenkort weer kijken of mijn PC niet stikt ondertussen met alle video's. Zo? Ze zijn best groot hoor, op een gegeven moment. Als je 60 video's op je schijf hebt staan. Maar ik weet niet of die terugkomt en dat we gewoon door kunnen gaan met één potje.
Oké. Hey, jij heeft gevolgd. Ik wilde net zeggen, mocht je het gezellig vinden, vergeet dan zeker niet te kijken volgende keer. Maar we gaan nu met z'n tweeën nog heel even. Laat ik dan wel even de 3 weghalen. Mm-hmm. En thanks voor de follow natuurlijk. Dat wordt gewaardeerd. Mocht je nou een vrienden of vriendin hebben die dit misschien ook wel leuk vinden, laat het ook zeker. Laat ze dit ook even weten natuurlijk. Je weet de Discord te vinden. Dat is weer een Dylan in mijn geluidjes. Ik niet. Oh, het is een nieuw follow. Ja, dat zegt Discord niet dat iemand mij followt. Maar ben je al begonnen, Dylan, met zoeken? Ik ben al aan het searchen. Nice. Nu heb ik wel een leuk geluidje voor je. Lekker onweer. Ik zat elke keer te kijken of de buiten ging flitsen. Maar, Galaxy Sam, bedankt voor het kijken. En ik heb je, als het goed is, een follow gegeven, ja? Dus mochten mensen die nu kijken toch zoiets hebben van, nou, we willen alle mensen bekijken naar Galaxy Sam. Dus, is een goede gozer, kan goed spelen. Voor mensen die Diamond Plus zijn, dat vind ik ook wel een hele mooie. Kijk deze. Bedankt voor het klikken op mijn kanaal. Ik ben Sam, ik ben beginnend Twitch streamer. Ik wil je vermaken met mijn livestreams. En als ik livestream vind ik het leuk, zou het leuk zijn om een follower te worden, ja. Hij heeft ook een Discord, nou die ga ik sowieso van de week even joinen. Ja, laat maar gaan, oh ja. Ben je er nog, Dylan? Ik ben er. Mooi. Ik was me even mentaal aan het voorbereiden op die nieuwe goal, maar... Ja, die ging er toch wel een keer zo spontaan de verkeerde kant op. Ik wil niet zeggen, het is een Nou, hallo. Dan maar weer zo spelen. Ik vind het zo verschrikkelijk. Totaal niet mijn stijl ook. Schot op goal, het komt niet eens in de buurt. Omdat Dylan er tegenaan zit. Maar we mogen daar wel een hele lijst aan streamers maken. Van deze mensen hebben ons gespeeld, gesponsord en geholpen. Nou, dat. Ze kunnen altijd even kijken wie ik volg natuurlijk. Want ik volg eigenlijk alleen mensen waar ik daadwerkelijk of mee gestreamd heb. Of waar ik veel mee gerecord heb. Op een enkeling na, maar die zijn altijd goed op te volgen. Ik weet niet hoor, waar zo kun je vaak... In de Discord kun je ook nog een lijst vinden, want die maak ik daar ook wel. Ja, nee, je kan gewoon de lijst kopiëren van je Twitch. Er staat gewoon je followerlijst, dan maak je gewoon de top followers. Doe je af en toe een beetje editen en zo. Misschien is er nog wel een bot voor. Nou, Dylan. Komt ie. Nou, Rick, wie is de topscorer hier? Ja, ik word helemaal weggespeeld hier door jou, joh. Nee. Maar, je hebt tenminste wel 2 kijkers. Ja, mezelf en jij zeker. Ja, hoe weet ik anders hoeveel kijkers jij hebt? Ja, misschien toch gekocht. Door dubieuze zaken te doen met mensen. Ik heb een kijker gekocht. Los. Ja, kom. Ja. Hey. Ja, dit is het laatste rondje en ik maak je in. Ja, je pikt mij de goal. Nee. Die had ik namelijk al. Forfeit, oké. Ik weet dat ik zei 2 uur, maar het is nog geen 2 uur, dus we kunnen er nog alleen doen. Oh mijn god, ik wil mijn bed in, Dylan.
Ik wil mijn bed in. Nee, Division Up komt 1. Ik wil mijn bed in. Niet zo zeuren. Dit gaan we winnen. Ja, ja, ja. Dit is echt... Mag je bed in? Ik wil echt mijn bed in. Ik help je wel even met wakker blijven. Pok, 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 pok. Exact. Mijn benen vallen in slaap. Ja, je hoeft je benen ook niet in gebruik op volgende klik. Nee, maar ze doen zeer, man. Ik denk dat ik gewoon veel te laat mijn bed in ga dadelijk. Rick, dat wist je van tevoren toch al? Nee, nee, nee. Wel afgesproken tot de middernachtuurtje. Nee. Zo, krijg ik... Wel een schot op doel, dus ik heb ook. Ja, ik ook. En nou krijg ik mijn eigen tegendoelpunt. Oh, toch niet. Geen dat safe. Dat was wel heel slecht van ze. Ja, maar dat is geen safe. Ben ik niet mee eens. Hij was wel gewoon dat ik denk van nou... Tik hem erin. Nee, tekort. Tekort, man. Nou kun je wel erin tikken, nee? Luikje. Alsjeblieft, graag gedaan. Dan kom ik ook in de buurt van de bal. Doe het als je mist. Doe het als je mist. Ik heb geen idee wat je zegt hoor. Graag gedaan, doe het als je mist. Ik kan me naar saai, weet ik voor hoe dat was. Kom in, ja. Of in jouw geval Sumi Masen. Ja, zoiets. Want het spijt jou zo erg. Ik doe altijd... zijn niet genoeg in. Hier komt die toch niet? Geen boost! Nou boosten! Hoe kun je nou weer geen boost hebben? Boost Jari Masen! Oh, kijk eens! Komt een hele mooie bal. Kraak, kraak. Ik moet echt zo'n tafelmicrofoon hebben dadelijk. Zo'n microfoon die ik eigenlijk al heb. Die ik gewoon op de tafel zetten. Dat is een aan-uit knop, zo'n hele oude. Ja, misschien wel een keertje knutselen in de retro hoek. Dat is ook veel beter dan die microfoon die ik nou gebruik. Ben je er nog? Ja. Ik zit gewoon naar jou te luisteren. Ondertussen ben ik zin aan het maken. Met 0-0. Ja, ik heb sowieso twee demolitions. Oh, mis. Oh, weg. Abort missie. Ja. Dat is bijna eigen doelpunt. Nou, ik moet even dat... ik moet even kijken hoe je dat doet. Even die schuine backflips leren. Dan rij je auto, rij je rechtdoor. En dan door een draai je in één keer zo de andere kant op. Dan kun je de bal... Het is met de linkerknop op je controller. Ja, nee, dat weet ik, maar... In de lucht. Ja. Maar je moet het dan maar even onder de knie hebben zonder snelheid te verliezen. Hoe? Die was voor in de boeken! Dat is gewoon een... is dit een casinobal? Een casinoballetje. Ja, dit is een casinoballetje, jongens. Dat is een casinoballetje. Dat is een grote vriend Sam. Ja, leuk man. Ja, maar zo ja. Zie je nou gewoon dat mensen gewoon langskomen. En op... daarom mag ik ook zoiets van lekker Rocket League vanavond. Ja, maar ze komen gewoon langs op dit tijdstip. En Nederlands ook nog. Ja, het zijn geen Nederlanders. Het zijn misschien Nederlanders die... Ja, hij woont in Amsterdam dan. Ja, ook buitenland. Oh, wat? Ja, je weet het, met Ajax. Die voetballen alsof ze aliens zijn. Ja, zoiets. Nee, maar het is, ja, het is wel gezellig. En ik vind ze ook wel... Ja, mooi. Weer geen safe.
afblijven. Ja hoor. Ik denk dat jij hem niet hebt, dan heb ik hem. Ik kan nog wel scoren hoor. Kan je dat? Ja, ik kan nog wel scoren. Nou, jouw... Wat? Heel vreemd. Ik heb mijn tekst voor mijn chatbox rechtsonder staan. Ja. En hij staat linksboven bij mij. Dat is knap. Linksboven? Ja. Heb je hem losgekoppeld? Ja. Ja, dan staat hij in één keer op een andere plek, hè? Nee, heb hem. Wat? Ik wil graag de bal meenemen, maar... Oh, jeetje, Dylan. Oh, jeetjes. Wat ben je aan het doen, Dylan? Ben je in slaap vervallen? Kom op, Dylan. Blijf af. Nee. Ik wil opzij. Kijk maar terug. Dit was het laatste rondje voor vanavond. Ja. Dan kijk maar naar de videobeelden. Ik spring opzij. En jij raakt mij. En daardoor raak je die bal. Wat goal? De Vision Up. Gold One. Nice. Nou, dit was een leuk laatste potje. 3 uur gestreamd, dankjewel. Elk ja, voor dus iedereen. Over... even kijken... 20 uur? Nee, over zo'n 18 uur zijn we weer terug. Ja, misschien. Dus ik ga even doen wat ik moet doen, daarna kom ik terug, ja? Tot 6 uur. Ja, zoiets. Ik ga wel de game uit, elk van bedankt. Ik ook, ja. Nou, komt ie. Het is leuk dat mensen langs zijn gekomen. Ik zie dat ik weer een aantal volgers bij heb. Altijd mooi om te zien. Maar uiteindelijk vind ik het gewoon vooral leuk dat jullie gewoon lekker meegedaan hebben, meegekeken hebben. Daar doen we het voor. Gewoon lekker de connectie die games maken. Dus ik zou zeggen, mocht je dit terugzien op YouTube of iets, ja, laat het dan ook gelijk even weten. Door een like, een comment, een abonnee. En... kom volgende keer meedoen. Mijn IPEC-naam is D.J. Lintelo. Kun je vast wel op internet ergens vinden. Lintelo10. Dan vind je hem. En voor nu zou ik zeggen, gooi jij je outro erin, Hammercat, a.k.a. Rick. Ja, in elk geval bedankt voor het kijken. Jullie kijken nu lekker naar een zwart scherm. Ik zeg, zie jullie later. Later. Oh, voor de... Ja, we zijn toch bezig. Bedankt Galaxy Sam voor following voor vandaag. Daar ben ik heel erg blij mee. Het scherm is toch zwart, dus ik kan het gewoon doen. Dan moet ik hopen dat hij nou wel doet voor de volgende. Duurt lang. Oké, nou dan in principe. Thanks Galaxy Sam. Thanks Tryhard. Thanks Baki. Ja, we hadden natuurlijk ook de mensen van, zoals Tessa van Steve. Heel veel bedankt. Tot de volgende keer. Later. Ja. Kijken waarom de... Oh, misschien Hello World gezegd. Misschien is het nog steeds aan. Hoi, sorry, vergeten.